Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Gouden Regenbar uit Den Haag. These are the questions that you should be asking when we're live. Hij is een heel rare vertoning, is die jongen. Wat is dit? He's like Stuttgart at the moment. VfB Stuttgart can beat Bayern Munich. Vrienden van de darts, van harte welkom bij Doubletop, de darts podcast der Lage Landen. Het is intussen al de zesde aflevering van ons derde seizoen en het is midden in het drukke najaar. Het EK is achter de kiezen, de Grand Slam zit aan de deur te bonken om eraan te beginnen en wij ook, Damien. Ja, het gaat met een bloedgang, hè, richting het WK. Het begint alweer dichtbij te komen. Het gaat echt heel snel altijd, vind ik, met die toernooi, hè? Vind je niet? Ja, dat is zo. Dat is zo. Nu, dit toernooi gaat natuurlijk een tijdje duren. We beginnen er zaterdag aan en pas volgende week zondag eindigt de Grand Slam. Dus we zijn een tijdje zoet voor de komende 9 dagen. Voor onze aflevering van vandaag, Damien, hebben we een hele speciale gast voorzien. Iemand die ons nauw aan het hart ligt. Nou, absoluut. Dat kan je toch wel zeggen. Degene die ons vertrouwen heeft gegeven met sponsoring, ons leuke cadeautjes heeft gegeven, die we ook vaak hebben laten zien natuurlijk. Misschien moeten we hem niet te veel eer geven, wordt misschien wat ongemakkelijk. Maar zet die meter wel op. Ja, goedemiddag, Jaco. Goedemiddag, jongens. Hoe gaat het? Ja, met ons gaat het hartstikke goed. Met mij, als ik voor mezelf spreek, in ieder geval met jou, Matthias. Ja, goed. Alleen bijzonder druk natuurlijk. Hè. Ik ben naast darts-commentator ook voetbalcommentator, dus dat seizoen loopt ook door. Dus het is bijzonder veel werk op dit moment, maar dat is altijd ingecalculeerd in het najaar. Maar goed, waar is het niet druk, Jaco? Ik denk dat iedereen het druk heeft. Dat is de ziekte van de tijd, denk ik. Ja, de dartwereld is sowieso, wat jullie net al zeiden, het gaat natuurlijk hard richting het WK met een hoop mooie evenementen. En, ja, heel druk. Ja, Jaco, ik wil wel al een vraagje stellen naar jou toe, want in Nederland ben je natuurlijk een pak bekender dan in België. Dus voor de Belgische kijkers en luisteraars die jou niet zouden kennen, Jaco van Bodegom, wie ben jij? Ja, wie ben ik? In de dartwereld ben ik ooit wat bekender geraakt, omdat ik 8, 9 jaar geleden met Raymond van Barneveld ging reizen. En ik heb met hem, denk ik, de hele wereld gezien. Een hoop mooie dingen mogen meemaken. Ook onderdeel geweest van zijn afscheid. Daar worden er wel eens grapjes over gemaakt dat ik hem naar die kant op heb geduwd. Maar op een gegeven moment was het gewoon mentaal bij hem op. En was het gewoon goed om een nieuwe start te maken ooit. En wat dan beter dan eventueel op een goede manier afscheid te nemen dan, bij wijze van spreken, tijdens een pro-toertje achteraf. En niet met alle EK's die hij verdient. Zo is het ook gegaan. Alleen ja, toen kwam corona en ging de wereld op slot. Dus de reizen die we hadden ingepland qua demonstratietoernooi met Phil Taylor over de hele wereld, ja, die gingen natuurlijk ineens niet meer door. En toen had Raymond na een jaar zoiets van, ja, dan moet ik maar weer gaan darten. Mm-hmm. Maar goed, ja, ik was ondertussen met Ultimate Darts begonnen en ik stond ook niet meer te springen om te gaan reizen. Als ik heel eerlijk ben, niet meer in die hoedanigheid, want wij waren echt heel veel weg. Dus ja, vanuit die hoedanigheid en sinds 3 jaar ben ik teammanager van de Total Dart Kings. De meeste mensen denk ik ook wel bekend. En in die hoedanigheid reis ik weer af en toe met Michael van Gerwen mee, maar ook wel eens met de andere spelers. Doen wij gewoon heel veel. En ik ben natuurlijk eigenaar van Ultimate Darts. En in die hoedanigheid ken ik ook heel veel spelers. Doe ik ook een hoop in darten. Mm-hmm. Okay. Ook in België. Ja, dat is zo. Daarom dat ik je extra wou introduceren. Dus beste mensen, de camera is op mij gefocust. Jaco van Bodegom is de man die achter deze hebbedingen zit, uiteraard. De Ultimate Darts Cards. Deze trouwens gesigneerd door Joe Cullen. Dat was op de laatste Eurotour in Antwerpen. Mijn vriendin is grote fan van Joe Cullen. Dus zij heeft dit hebbeding laten signeren. En dat is, ja, een leuke toegevoegde waarde aan die kaarten. Ja. Ja, ik zie een goede overeenkomst tussen jou en Joe Cullen. Oh, echt? Ja. Vertel. Nou ja, qua uiterlijk dan, hè, bedoel ik. niet qua handtekening. Wie heeft er meer rockstar gehalte, Jaco? Ja. Nee, maar weet je wat het was? Kijk, wat mij altijd opviel in... ik kom oorspronkelijk uit de voetbal en de tennis. En wat mij in de dart altijd opviel, dat de merchandise zo saai was. En je had dan een paar... je zag er wel een steentje, maar er hingen shirts. En er werden pijlen verkocht in een sjaaltje. Maar voor de rest was er niks. En dat voor een wereld waar ieder toernooi carnaval is.
vond ik dat op zich wel jammer. Alleen ja, kom maar eens met een product waar iedereen wat aan kan hebben. En ik denk dat we met de Ultimate Darts kaarten dat wel gevonden hebben. En dat blijkt ook, want ze zijn hartstikke populair. De spelers hebben er zelf wat aan. De fans hebben er wat aan, die kunnen ze sparen. Maar ook voor de PDC en de toernooiorganisatie is het denk ik een toegevoegde waarde. Ben je dan ook wel trots als je ze met Eurotours, dat je ze in de zaal ziet? Dat ze ja, geselecteerd worden door spelers? Tuurlijk, dat vind je hartstikke leuk. Kijk, het enige wat ik echt nog steeds heel jammer vind. De PDC wilde toen een deal met ons maken. Daar was ik natuurlijk heel erg trots op. Want de PDC had nog nooit met een externe partij een deal gemaakt. En ik had met 9 van de 10 spelers toen in de Premier League al een overeenkomst. Behalve met Peter Wright. En met Porter zei het tegen mij, misschien kunnen we het beter via jou doen. Want zij kunnen contractueel maar een x-aantal spelers verplichten om daar aan mee te doen. Maar dat is nooit gelukt. En, toen kwam het, en dan komt het ook niet van de grond, weet je wel. Dus we hebben toen je komt er niet heen, hè? Doorheen, hè? Bij mevrouw Wright. Dat gaat niet lukken. Nee. Ik heb echt op heel veel manieren geprobeerd. Terwijl ik toch echt ook wel goed voor ze ben geweest. Wel sponsors geregeld voor Pieter. En ik heb een hele goede band met ze. Maar ja, zij vinden gewoon alleen de familie Wright mag verdienen aan Peter Wright. Is hij de enige speler van de huidige top die niet op Ultimate Darts Cards te vinden is? Ja, kijk, je hebt nog een Andrew Gilding of een Ryan Joyce. Ross Smit, die wilde al wel graag, maar ze had lastige contact krijgen met zijn management. En zo zijn er wel een aantal spelers, maar eigenlijk, ik denk 92% van de top heeft ondertussen echt een kaart. En wij proberen ook, hè, ik ben nu toevallig in gesprek met management van Connors Cut. Alles wat up and coming is. Ja, wij vinden gewoon dat iedereen het zou moeten verdienen. Niet als verdienmodel voor mezelf, hè, maar ook gewoon van een eerbetoon aan die speler. Ja. Het gaat er bij ons op de kaarten niet om wie de beste is, zoals met FIFA, of wie de hoogste ranking heeft. Maar meer gewoon om te laten zien, hey, wie ben ik, wat heb ik al gepresteerd. We proberen gewoon de positieve dingen eruit te halen. En bij sommige spelers is dat natuurlijk moeilijk, hè, want die hebben nog geen Pro Tour gewonnen, of Challenge Tour, of Euro Tour, of wat dan ook. En dan pak je bijvoorbeeld hun hoogste gemiddelde, of wat dan ook. Het moet gewoon iets positiefs zijn, wat helemaal terugkomt in hun eigen stijl. En wat ze gewoon aan vrienden, familie en fans kunnen verkopen. Zelf. Weet je wat ik zo leuk vind, Damien? Nou. Jacob sprak net van 92%. Tot die 92% behoren wij zelf ook. Ja. Moet je even kijken. Ja, mooi, hè, toch? Dit stond bovenaan mijn lijstje en daarna komt Peter Wright. dus ik hoop dat Peter Wright ook nog gaat lukken. Ja, ik vind het wel echt vet om zo'n ding van jezelf te hebben, hoor. Ik heb er zelf natuurlijk ook één. Ik vind dat wel echt... Ja, het is gewoon cool, vind ik. Ja, we doen het heel veel. Voor mensen ook. We krijgen echt heel veel aanvragen van dartteams. Maar echt uit de meest gekke landen, joh. Tot Thailand aan toe. Heb je al een dartkaart van die ene speler uit Afrika die zich bijna voor het WK plaatsen? Nee, nog niet. Nee, dat is wel echt legendarisch. Hè. Soms zie je inderdaad beelden dat je denkt van... Ja, die zou ik ook wel erbij willen hebben. Ook heel veel Aziatische spelers natuurlijk. Maar dat is echt heel lastig. Oké. Okay. Ja. In communicatie, maar ook om die kaarten daar te krijgen. Weet je, dan moet je echt daar een drukkerij hebben. Anders is het niet te doen. Oké, ja. Ja, je kan misschien als ze in Europa zijn voor het WK, misschien die combinatie iets. Ja, dat kan ook wel. Ze staan er ook wel voor open. Maar je moet je voorstellen dat jij fan bent in China of in Japan. En je wil zo'n kaart bestellen. En je moet, laat maar zeggen, 30 euro verzendkosten betalen. Nee, dat klopt. Dan is het al snel een stuk minder leuk. Ja. En het gebeurt, hè. Het gebeurt vanuit Amerika overal vandaan. Maar het is gewoon, wat dat betreft, heel kostbaar. Ik heb het tijdens corona, had ik natuurlijk tennis, snooker en darts. En ontzettend veel snookerkaarten gingen die kant van Azië op. Maar er kwam bijna niks aan. Vanwege corona bleef het overal liggen. Oh. Ja, dan is het een hele dure hobby, kan ik je vertellen. Dat kan ik geloven, inderdaad. Daar verdienen we niks mee. Dat kost het geld, denk ik. Ja. Ja, en we zijn nu met een, kan ik je wel verklappen, we zijn nu met een nieuw platform bezig, waar je echt binnenkomt en dan van iedere sport die je maar kan verzinnen, zou je in theorie een eigen kaart kunnen maken. Okay. En dat gaat volledig geautomatiseerd, dus er komen geen mensen meer aan te pas. Jij kiest gewoon, hè, je uploadt je foto, je vult zelf je statistieken, je kiest een achtergrond en de betreffende sport en 2-3 dagen later ligt die gewoon bij je thuis op de mat. Dat is wel, dus dat is wel leuk. Dat is wel zeker leuk, inderdaad. Dat gaan we zeker in de gaten houden. Dan zullen we nog wat dingen van delen, denk ik, hè, Matthias? Ja,
Ja, zeker. Ja. Vooraleer we overgaan tot de orde van de dag. We zeiden net, we hebben het allemaal bijzonder druk. Ook achter jou, Jaco, is het bijzonder druk. Ja. Ze dachten dat het vandaag wel een goede dag was om mijn huis wat beter te isoleren. Dus vanochtend om 7:15 hebben ze hier één Zwitserse gatenkaas geproduceerd. Want we hebben, ik geloof, al honderden gaatjes in mijn huis geboord. En die zijn ze nu aan het vullen met hele kleine balletjes. En vervolgens gaan ze dan je huis ook weer een beetje dichtmetselen. Dus ik ben benieuwd. Ja. Right. Goed. Damien, we kunnen dan aan onze aflevering beginnen. Waar wil jij het als eerste over hebben? Nou ja, het voelt alweer als een hele tijd geleden, maar Richie Edhouse heeft gewoon het EK gewonnen natuurlijk, hè? Dat, gek, hè? Ja, dat is heel gek. Als zelfs Richie Edhouse EK gaat winnen, Jaco, dan is het echt niet meer te voorspellen, vind ik. Maar dat is dus het mooie aan het hedendaagse darten, toch? Ja, aan de ene kant wel, maar Edhouse vind ik dan niet... Dat stond niet op mijn verlanglijstje, die moet een major winnen. Vond ik met Mike de Dekker natuurlijk heel anders. Dan vond ik het wel echt heel leuk, maar met Richie Edhouse, ja, ik ben er geen fan van. Ja, ik ben het wel niet met je eens. Aan de ene kant hoop ik natuurlijk dat bekenden van mij winnen. En met die gun je het meest. Maar aan de andere kant, toen Andrew Gilding won. En inderdaad nu met Richie Edhouse. Het blijft natuurlijk wel een mooi verhaal. Het toont maar aan hoe ongelooflijk open de dartsport op dit moment is. Ja, zeker. Eigenlijk iedereen. Kijk, in het begin was het zo dat iedereen een pro tour kon winnen. Zelfs mensen zonder tourkaart. Hè, dat begon toen met Ratajski, die winnen pro tours. Maar tegenwoordig kunnen ze zelf majors winnen. Ja, Damien, je hebt de naam ook vermeld van Mike de Dekker. Eigenlijk heeft Edhouse een Mike de Dekkerke gedaan. Hè? Voor het eerst is zijn carrière voorbij de laatste 16 geraken, ja, op een PDC-major en dan gewoon all the way gaan en het toernooi winnen. Toch geweldig. Ja, maar dan blijkt gewoon dat er dus niks meer van te zeggen is. Spelers die nog nooit iets hebben gepresteerd op tv, die kunnen in één keer de gekste dingen doen dan op zo'n EK of op de World Grand Prix dan, in het geval van Mike de Dekker. Ja, natuurlijk, het zijn twee aparte formats qua toernooien, moeten we toch ook wel zeggen, met de Grand Prix, met het dubbel-in, dubbel-uit toernooi. En het EK met die aparte seeding natuurlijk. En je ziet dat heel veel topspelers, sorry, in de gewone Order of Merit soms in zijn Eurotour laten voorbijschieten, waardoor je een aparte loting en een aparte seeding krijgt. Dus is het niet verwonderlijk dat de voorbije jaren lower seeds op het EK winnen? Ja, het gekke is dat voor mij waren Edhouse en Wathimena was dan de finale. Dat waren de twee laagste op de wereldranglijst die überhaupt meededen. Dus dat was ook al vrij bijzonder. En het is juist wel leuk aan het EK, vind ik, dat die seeds zo door de war lopen. Dat je Humphries tegen Espenon bijvoorbeeld in de eerste ronde kreeg. Gaan we nu ook zien met de Place Championship Finals natuurlijk. Heb voor mij Doby tegen Espenon is voor mij de eerste wedstrijd. Als ja, ik het goed zeg. Ja. Ja, klopt. Dus dan gaan we dat ook weer zien. Dus ik vind het juist altijd wel leuk aan die toernooien. Ik ben er ook, ik roep al jaren tegen wat mensen van de PDC, dat je moet proberen om zoveel mogelijk toernooien zo divers mogelijk te houden. Je had alleen de UK Open, waar het natuurlijk een open loting was. En nu ga je gewoon veel meer wat dat betreft dit soort dingen zien. Ja. Ik vind het wel leuk. Je hebt altijd dezelfde draws. Ik zeg ook wel eens tegen Matt Poorter, in de tennis hebben ze natuurlijk ook gewoon, laat maar zeggen, de top 32 die dan geseed is. Maar dan loten ze. Dus de nummers 1 en 2 staan vast. Maar de nummers 3 en 4, die wisselen wel eens van plek. De nummers 5 tot en met 8 worden apart geloot. Maar in dat staat alles vast. Dus ja, jij weet nu al vooraf gaat dan het WK, wie jij in de tweede ronde gaat krijgen. Ja, ik vind dat echt heel slecht. Want ja, dan kan je op spelen. Klopt. Klopt, want je zou in principe ook plek 29 tot 32 zou je ook moeten loten wie zij van de top 4 krijgen natuurlijk. Dat is ook, denk ik, loten. Nee, 17 tot en met 32 moet je gewoon loten. Gewoon helemaal open. Nee, dus de 1 en 2 staat vast, dan 3 en 4. 3 staat normaal tot boven, 4 onder, bij wijze van spreken of andersom. Die lood je ook. Dus je loodt gewoon op welke plek 3 en 4 komt. En dan 5 tot en met 8. Want anders krijg je altijd dat 1 tegen 8 speelt. Mm-hmm. Snap je? En 2 tegen 7 en 3 tegen 6. En ja, dat maakt het te voorspelbaar, waardoor je ook het hele jaar door heel vaak dezelfde matchups krijgt. Ja, zeker. Maar ik denk ook niet dat je dat dan voor de tweede of derde ronde al moet loten. Want je kan in principe krijgen 1 tegen 32. Dat zou bijvoorbeeld ook 1 tegen 30 kunnen zijn, voor mijn gevoel. Of 2 tegen 32, dat je dat dus ook loot. Ja. Dat loot je dus in je schema vooraf, net als met tennis. Ja. Voor iedere Grand Slam loten zij dat apart. En hier, ik kan nu al op een linkje drukken, wat er waarschijnlijk een WK-loting gaat worden. Nou, Humphries tegen Van Barneveld waarschijnlijk, hè, derde ronde. Dat soort dingen krijg je dan. Ja, dan kunnen mensen ook denken van, hé, wacht eens eventjes, ik heb geen zin om Lidler te loten of Van Gerwen te loten of wie dan ook. Ik ga dit toernooi niet mijn best doen. Ja, nou ja.
Je zou bijna kunnen denken, inderdaad, of voor Van Barneveld zijn. Dan zou je misschien nog eerder uit de top 32 willen vallen. In plaats van dat je Humphries sowieso gegarandeerd kreeg in de derde ronde. Toch? Ja, ik denk wel dat dat. Ik denk niet dat Raymond uit de top 32 wil vallen. Maar ik denk als hij eruit geval is dat een positief iets. Ja, dat is eigenlijk heel gek natuurlijk. Ja, ik zie Matthäus een beetje twijfelen kijken. Ja, het cliché luidt wel, als je een toernooi wil winnen, moet je van iedereen kunnen winnen. Dus ook van de Littlers en de Humphriesen van vandaag. Dus. Ja, maar als je teruggaat in de tijd, ik weet even niet meer welke speler het was, maar die stond heel lang nummer 32 van de wereld. En bij ieder toernooi loopte die veel teler. En je weet ook wel hoe dat afgelopen is voor die speler. Je komt nooit een stap verder. Nee, en je kan geen stappen maken dan. Nee. Je maakt er geen stappen. Okay. Nee, oké. Okay. Goed discussiepunt. Misschien ooit te bekijken door de PDC. Ik wil misschien, want ik denk dat we niet echt heel veel nog over het EK willen zeggen, nog met een quizvraag willen afsluiten. Welke speler won als laatste het EK, die aan het EK begon, als number one seed? Als top seed? Ik denk Van Gerwen. Ja. Ja, dat denk ik ook. 2017, Michael van Gerwen. Oké. Okay. Ja, het is op zich wel... Het toernooi waar het logisch is dat het gebeurt, denk ik. Toch, Jaco? Ja, ik heb altijd het idee gehad dat de meeste spelers het EK niet het allerbelangrijkste toernooi vonden. Nee, dat idee heb ik ook niet, inderdaad. Terwijl, ja, het is toch wel een leuk toernooi. Je speelt er een heel jaar voor, natuurlijk. Hè? Je moet echt in de top 32 komen. Dus voor mij mag het wel wat hoger in de pick worden. Maar ik deel wel jouw gevoel, inderdaad. Dat zag je ook een beetje aan Humphries in de kwartfinale. Ja, kijk, Humphries wil natuurlijk dolgraag winnen. Maar dat hij niet won, vond hij het op zich ook wel prima, weet je. Hij was niet zo goed gesteld als... Ja, dat is gewoon een ontzettend sportieve speler natuurlijk. Dus ja, zeker. Moet ik er nog een quizvraag tegenaan gooien, mannen? Nou, zeg het eens. Wie won de voorbije jaren of in de geschiedenis van het EK als laagste seed, het EK? Rosmit? Ja, dat dacht ik ook. Ik dacht, het is misschien een instinker met Richie Atthouse, die nu gewonnen heeft. Maar Atthouse was het 20ste reekshoofd. En Ross Smith, inderdaad, in 2022 het 27ste reekshoofd. Oké. Maar kijk, over Atthouse, hè, je zegt, ik verwacht het helemaal niet. Maar als je ziet hoe hij soms staat te gooien tijdens speelkoers. Hij kan vreemdeling maar goed gooien. Alleen, hij heeft ook ongelooflijke dipjes. Ja, daarom wat je zegt, hij kan soms goed gooien, maar dat kunnen er heel veel natuurlijk. Ik vind hem niet constant top. Ja, maar dus wel constant valt. Ja. De Atthouse die de voorbije twee WK's telkens een zege door zijn handen liet glippen en een comeback voor de anderen liet realiseren, is toch veranderd hoor. Dat is niet meer dezelfde Atthouse, vind ik. Hij heeft zeker ook wel stappen gemaakt natuurlijk. Ik ben altijd wel benieuwd hoe ze dit zich dan gaat ontwikkelen. Je ziet bij Gilding... Nou, ik vind niet dat hij echt heel veel stappen heeft gemaakt. Ja, ik ben Ross Smit denk ik wel bijvoorbeeld. Noppert heeft natuurlijk bepaalde stappen gemaakt. Dus ik ben benieuwd hoe het met Atthouse nu gaat gebeuren. Ik heb nog een andere quizvraag. Wie gaan de Premier League gooien op dit moment? Dat is de vraag van 1 miljoen, hè? Ja, gaan we ons lijstje van 8 eventjes opnoemen dan? Ik denk dat de 3 dat die gegarandeerd zijn. Dat zijn denk ik Van Gerwen, Humphries en Littler. En dan, dan ga ik toch voor Michael Smit ook nog wel erbij. Ga ik voor Rob Cross erbij. Zit ik op 5. Dan denk ik dat Mike de Dekker erbij zit. Dan zit je op 6. Heb je het interview met Matt Porter gezien? Ja. Ik heb het interview met Matt Porter gezien. Maar ja, hij gaat natuurlijk niet veel verklappen. Maar ik denk dat Mike de Dekker echt wel bij zit. En dan ga ik voor de laatste twee, denk ik voor Price en Bunting. Dat die er nog bij zitten. Oké. Ik ben het met allemaal eens. Alleen Bunting weet ik niet. Dat ligt echt... Ik denk dat de 8e naam echt afhankelijk is van het WK. Ja, tuurlijk. Dat denk ik ook. Richie Atthouse maakt echt geen kans. Nee. Mike de Dekker? Ik denk ook Mike de Dekker 100%. Heb jij Johnny Clayton gezegd, Damien? Nee. Clayton staat wel 3 plaatsen hoger dan Price, hè, op de Order of Merit. Staat nummer 5 van de wereld. Hè? Ja, klopt. Maar Clayton is nooit een goede WK-speler. Dus zie ik weer heel vroeg zie ik die weer verliezen. Nou. Totaal niet interessant. Voor mij heeft hij 1 keer een kwartfinale gehaald. That's it. Ja, maar dat kan zomaar veranderen, hoor. Ja, dat is waar. Ja. Ja. Ik ben met je eens, Matthias. Ik denk dat Clayton een van de namen is die voor plek 8 kan gaan. Ja. Ja. En dat kan ook nog steeds een Chisnall zijn. Als ik dat niet snel gebeuren, maar die gaat natuurlijk qua ranking ook gewoon goed, toch? Die staat 5e, denk ik. 6e, ja. Zet hij.
Mij zou het niet verbazen als inderdaad de huidige top 6, Humphries, Smit, Van Gerwen, Cross, Clayton en Chisnell, uitgenodigd worden met Littler. En dan heb je al 7 namen, hè, mannen? Nee, ja. Dat gaat niet. Wie ga jij dan voor de 8e? Ik ga niet voor Price. Ik ga niet voor Price. En het zal mij ook niet verbazen als Mike de Decker niet wordt uitgenodigd. Dan kijken ze nog eerder liever naar een Espinel, denk ik. Nee. Nou ja, ze kijken wel naar Espinel, maar Mike de Decker zit er voor mijn gevoel 100% bij. Waarom denk je dat, Jaco? Nou, ik denk gewoon dat ze heel graag een Belgische speler erbij willen hebben, omdat de markt gewoon booming is. Ik denk ook dat ze meer willen uitbreiden in België. Met de tv hebben ze denk ik een goede deal, er wordt goed gekeken. Dimitri heeft zijn kans gehad. Niks ten nadele van Dimitri, want die komt echt wel weer terug. Maar ik denk dat Mike de Decker nu heeft laten zien, en het ook misschien wel verdient, om er eens een keer te kijken hoe hij het doet. Ja, ja. En er moet sowieso een Welshman bij volgens mij, want er gaat geen Schot zijn. Nee. Nee, het zou eigenlijk leuk zijn als Anderson nog wat gaat doen. Dat Anderson ja, maar die wil dat niet meer. Die wil niet. Nee. Ja, dat zegt hij. Maar ik denk als ze Anderson met het visje voorkomen, Anderson, dat hij echt wel doet, hoor. Dat denk ik echt. Hij doet niet alles thuis dan vissen. Dus, Vandaar ontzettend... een voorspeling. Ja, nee, ja, ik weet het niet. Nee, ik hoor het al 10 jaar van Gary Anderson en van nog een aantal spelers dat ze er geen zin meer in hadden. Niet meer in de World Series, niet meer in de Premier League. En ieder jaar waren ze maar wel blij dat ze erbij zaten. Maar ik heb wel het gevoel dat bij Gary Anderson het inderdaad wel eens zo zou kunnen zijn dat hij geen 16, 17 weken meer op pad wil. Het is ook echt heel zwaar, jongens. Nee, dat geloof ik. Maar ja, over Michael Smith, die noemen we allemaal erbij. En ik denk dat hij er ook wel bij zit. Die gaat natuurlijk wel heel erg zakken op de wereldranglijst, hè. Die verdedigt namelijk zijn Grand Slam of Darts titel en zijn WK-titel. Dus die kan zomaar gewoon de top 10 van de wereld uitvallen. Zit hij er dan bij, denk je, Matthias? Ja. Je zou toch bijna niet zeggen als hij uit de top 10 van de wereld valt? Als hij tweede ronde of derde ronde WK verliest, en dan gaat hij inderdaad naar plek 13, 14, dan zou hij wel eens geslachtofferd kunnen worden. Maar ik kan me haast niet voorstellen dat ze hem niet nemen. Net als een Price. Het zijn gewoon te veel karakters. Je hebt echt wel karakters nodig. Ja, dat zijn Smit en Price zeker inderdaad. Dus daarom vind ik ook dat ze bijvoorbeeld meer dan een Clayton en Chisnell bij horen. Maar ja, je moet ook wel spelers belonen, vind ik, op hun prestaties. Ja, maar jullie hebben dus Peter Wright ook afgeschreven. Dat was natuurlijk karakter nummer 1, hè, voor de PDC. Ja. En daarom denk ik, omdat we over booming markten bezig zijn, denk ik dat Damon Hetta er ook wel eens dichtbij staat. Ja. Ja, als hij presteert. Ja, precies. Ik zou het graag willen zien. Alleen hij presteert gewoon niet. Dat is het hele probleem. Ik denk dat de PDC hem ook heel graag wil met zijn verkleedpartijen en zo. Alleen ja, hij presteert gewoon niet, hè, op tv. Nee. Het kan zomaar veranderen op dit WK. Dat is waar. Ja, daarom is er niks van te zeggen. Het speelt wel in zijn nadeel dat hij er nu op de Grand Slam niet bij is. Ik denk dat Damon Hetta toch een van de grote afwezigen is, samen met Chris Dolby op de Grand Slam. Ja, en Espinel. En Price. Denk ik wel, ja. Ja, willen we daar eigenlijk gelijk naartoe, naar het kwalificatietoernooi, dat daar ineens Gerben Price op de stoep stond. Ik was er en ineens was hij in de zaal. Jaco, ik had verbaasd me ook weer niet bij hem. Nee, ja, hij was zo stellig dat hij niet mee ging doen. Maar ik denk dat hij echt een beetje in de hoek zit waar de klappen vallen. Hij is natuurlijk echt dominant geweest. Jaren dik in de top 4 gestaan. Ook echt goede resultaten neergezet. En het valt gewoon niet meer. En ik hoorde Vincent laatst in een podcast zeggen, hij mist natuurlijk ook management. Hij doet alles alleen. Welke podcast? Ja, ik weet het niet. Van Sportnieuws geloof ik of zo. Oh ja, oké. Nee, leuk. Nee, maar ja, daar luister ik graag naar natuurlijk. Omdat in ieder geval Vincent altijd zinnige dingen zegt. Maar Price mist gewoon wel echt begeleiding. En dat zie je gewoon. En je ziet ook dat hij soms stomme dingen post op social media. En te snel dingen zegt. Want ja, het gaat gewoon niet meer zo makkelijk als dat het ging. En dat kan ook wel eens iemand zijn die heel ver weg kan gaan vallen. Ja, die heeft ook echt zijn resultaten niet meer mee natuurlijk. Matthias, wat vind jij ervan dat hij er in één keer stond? Peak Gerwin Price natuurlijk. Ja. Want hij zit dan de media te bekritiseren, maar hij is dan de eerste die dan de media wil misleiden. Wat ook niet correct is, vind ik trouwens. Dus
Dus vind ik het wel dikke karma, om het zo te zeggen, dat hij uitgerekend van Mickey Mansell verliest. Gerwin Price zadelt ons op met Mickey Mansell op, het, op de Grand Slam. Ja, maar die Mansell had een geweldig toernooi, hè, Jaco? Die wint van Barneveld en wint van Price. Nou, dan mag je wel terecht meedoen, hè? Is ook echt een hele moeilijke speler om tegen te spelen. Hè? Ja, die heeft echt, ik zei het van de week al, die heeft saaiheid heeft hij uitgevonden. Hè? Dat is niet normaal. Ja, ik denk echt, als je die naast een fruitvlieg zet, dat de fruitvlieg wint. Ja. Maar zo langzaam ook. Ja. Langzaam. Ja. Dus heeft iemand tranen in zijn ogen wat lachen, volgens mij. Dus als er nog één iemand een opmerking geeft over Dimitri van den Berg, kijk maar eens goed naar Mickey Mansell. Ja. Dat is erg om naar te kijken, hoor. Ja, maar Mickey Mansell, ja, sorry Dimitri dat ik dit zeg, maar Mickey Mansell doet het altijd. Dat is waar. En Dimitri die wil zijn stijl nog wel eens aanpassen aan zijn tegenstander, aan het publiek en aan zijn eigen gevoel. Mm-hmm. Dus ja. Oké. Mag ik zeggen dat de tourcard holder qualifier voor de Grand Slam een aparte race was, een apart toernooi toch wel? Zeker als je kijkt naar de namen die in de plaatsingswedstrijden stonden als je het bracket, of hoe moet ik het zeggen, als je al die wedstrijden oplijst, ik weet niet of we dat kunnen tonen via Dart Connect, Damien. Ja, stel, je draait de verliezers om met de winnaars, dan heb je echt wel een heel apart deelnemersveld, vind ik hoor. Keane Barry wint van Thibaut Tricol, dus Tricol er niet bij, maar wel Keane Barry. Martin Lookman wint van Jeffrey de Zwaan. Ryan Joyce wint van Nick Kenny, de Welshman. Danny Noppert wint van Danny van Trijp. Ja. Cameron Menzies die het haalt van Matthew Dennett. Ja. Ook een aparte naam toch in deze plaatsingswedstrijden. We hadden Michele Touretta kunnen hebben als de Italiaan won van James Wade. Maar dat had ik wel heel leuk gevonden. Die vond ik op de World Cup ook die heel leuk. Dus dat had ik wel heel mooi gevonden. Dus we zeiden net Mickey Mansell die wint van Gerwin Price. En we hadden ook Jeffrey de Graaf kunnen hebben. Maar de Graaf die verloor van Ross Smith. Dus je hoort al een belletje rinkelen. Heel wat grote namen zijn onderweg in die qualifier gesneuveld. Joe Cullen, Damon Hetta, Daryl Gurney, Nathan Aspinall, Gabriel Clemens, Chris Dobie, Johnny Clayton, Ryan Searle en ik vergeet nog namen. Ja, inderdaad. Clayton ook natuurlijk. Hè. Nummer 5 van de wereld, dat we net al zeiden, is er ook gewoon allemaal niet bij. Woodhouse, Aspinall, Van Duivenbode, allemaal eruit. Ja, Van Duivenbode ging gelijk. Zou het niet zo moeten zijn dat wanneer je een Pro Tour, Eurotour wint, major tv-toernooi, finale of wint, dat je dan gekwalificeerd bent voor een Grand Slam. Dat het echt een toernooi is voor de winnaars. Ja. Een heel jaar. Ja, wat bijvoorbeeld Dobie. Dat is echt wel jammer. Je hebt mensen die winnen meerdere Pro Tours, zijn er niet bij een Grand Slam. Nee, Damon Hetta en Dobie zijn daar de slachtoffers van. Ja, we hadden het van de week met Vincent over dat bijvoorbeeld van de damesranking wordt uitgenodigd van de Challenge Tour, dus tweede niveau, Development Tour, en de winnaar van de allermoeilijkste ranking, de Play Championship ranking, Chris Dobie, die is niet uitgenodigd. Terwijl dat is denk ik de allermoeilijkste om te winnen. Die zit er dan niet bij. Die drie Pro Tours wint. Dus dat klopt niet. En ik vind ook 8 kwalificatieplekken zijn eigenlijk veel te veel natuurlijk. Maar het is gewoon zonde. Want voor de rest levert je er dus niks op een Pro Tour winnen. Nee, dat blijkt. Want ja, ik word niet heel vrolijk van Mickey Mansell en Martin Lookman en eigenlijk ook Ryan Joyce op dit toernooi. Nee. Ze hebben zich geplaatst, dus ze hebben het wel afgedwongen, uiteindelijk, via deze regels. Toch? Ja, gaan we zo denk ik nog uitgebreid over hebben, over die Grand Slam of Darts. De Pro Tours werden gewonnen door Menzies en Rock. Rock nu ook in de top 16 van de wereld. Gaat hij nou eindelijk zijn volgende stap zetten, Matthias? We hebben hem al een paar keer opgehemeld, dat hij grote dingen gaat doen op tv. Zie je het gebeuren? Ja, maar hij moet iets aan zijn attitude doen op het podium. Op grote toernooien. Hij staat er iets te veel als een te gek, losgeslagen... Ja, hij staat helemaal opgefokt, om het zo te zeggen. Hij staat helemaal opgefokt. Ja, daar moet hij echt iets aan doen. Als hij dat onder controle kan houden, ja, dan gaat die jongen mooie dingen doen. We weten dat hij geweldig kan darten. Iedereen weet dat. Hij heeft dat ook in zijn eerste jaar op de Pro Tour bewezen. In zijn eerste jaar ook op het grote podium. Dus er werd onmiddellijk gezegd, Josh Rock, dat is een wereldkampioen in spe. Maar hij moet daar iets aan doen, aan die attitude. Ja, dat denk ik ook. Ben je het daarmee eens van Jaco? Ja, ik moet een beetje lachen, omdat in het begin had hij dat helemaal niet. Was hij heel erg bleu. En ik denk door de verwachtingen die er waren en door het uitblijven van resultaten, dat hij wat meer verbitterd is. Dus ik denk dat hij op het podium zichzelf zoveel meer druk oplegt
En dat dan ook daar laat zien. Hij weet zich ook een houding te geven, want het is een super lieve, aardige jongen. Weet je wel? En op die pro-tours, eigenlijk weg van de camera's en het podium, staat hij echt wel als een mannetje. Maar ja, inderdaad, wat jullie zeggen. Maar er zijn er meer spelers, hè, die op het podium gewoon heel moeilijk presteren en heel moeilijk hebben met zichzelf uiten. Heel veel moeite hebben. Ja, want dit jaar wel de Eurotour in Nederland. Dat vond ik ook wel gek hoeveel dat met hem deed, zeg maar. Dat ik denk, met jouw talent is het niet raar dat jij een Eurotour wint, zeg maar. Kijk, het is een beetje moeilijk uit te leggen, maar je verwacht, het is een logische stap. En er kwamen zoveel emoties ook bij kijken. Dat vond ik ook een beetje apart. Ja, maar omdat hij weet dat het nooit lukt op het podium. Ja, precies. Het zit al in zijn hoofd, nu al. Ja, dus ik denk, en vaak zie je bij spelers, en ik denk dat je dat bij Mike de Dekker ook gaat zien. En we hebben dat natuurlijk met Rob Cross gezien, met Luc Littler gezien. Sorry, Luc Littler wint het jeugd-WK. En in het jaar voorafgaand, op de Challenge Tours, doft hij heel vaak het onspit tegen Gio van Veen. Nou, zie wat Luc Littler daarna gedaan heeft. Hoe dominant hij op het podium kan zijn. Ik denk dat Mike de Dekker ook nu meer ontspanning gaat vinden op het podium. Ja. En ja, Josh Rock verwacht ik op het WK heel veel. Oké, ik ben benieuwd. Hoe vond je dat hij het jeugd-WK skipte samen met Luc Littler? Ja, ik snap dat wel. Ja? Ja, op een gegeven moment, hun hebben dan zoiets van, het is zo ontzettend druk. En in het geval van Luc Littler, ik heb het al een keer gewonnen. Wat gaat het me nog extra brengen? Ja, Rock heeft hem ook een keer gewonnen natuurlijk, hè? Ja. Ja. Nou ja, wat het gaat brengen, dat het is in principe denk ik voor hun ook de makkelijkste weg naar kwalificatie voor de Grand Slam of Darts. Vind ik ook niet onbelangrijk, hoor. Nee, dat is zo. Maar je weet zelf ook, het is zo ontiegelijk moeilijk om het jeugd-WK de finale te halen. Ja. Want als je de namen ziet, dan denk je van ja, oké. Maar als je ziet wie er allemaal gesneuveld zijn onderweg, Dat klopt. Dan kan je een aardig toernooi mee vullen, hoor. Kim Barry natuurlijk, Dylan Sleffen, Wessel Nijman inderdaad, zijn allemaal gesneuveld. Maar ja, ik vind toch, wat ik zeg, met alle respect, als een Jurjen van het Veld het kan, dan kan Josh Rock natuurlijk ook gewoon halen. Ja. Ja, ben ik met je eens. Ja, we hadden het over Josh Rock, die het laatste vloertoernooi wist te winnen. Het toernooi daarvoor wist Cameron Menzies te winnen. En ik zou zeggen, voor Menzies, eindelijk denk ik, moet een enorme opluchting geweest zijn voor hem om dan toch een titel te pakken. Dat denk ik ook. Ik denk dat hij daar al een tijd tegenaan zat te hikken. Hij heeft dit jaar gewoon een heel goed spel gezien natuurlijk. Voor de majors is hij geplaatst. Dus ik denk dat hij zeker tegenaan zat te hikken. En dat hij het eindelijk dus ook een hele dag vol kan houden. Want talent heeft hij zeker. Ik denk alleen dat zijn spanningsboog wat een probleem is, Matthias. Ja, snap ik. Heb je gezien wat hij op X heeft gepost nadat hij zijn Pro Tour wist te winnen? Ja, ik heb wel gehoord dat hij zichzelf een dikke klootzak heeft genoemd. Ja, hij zei, fat boy did a thing. Ja, ja, ja. Ja, het is wel echt waar, Jacob. Want als je hem zijn tijd met de BDO vergelijkt met hoe hij er nu uitziet, hij is flink aan de maat geworden. Ja, ja, ik was in New York 2 jaar geleden, geloof ik. En daar was hij met Fallon mee natuurlijk. En toen gingen we met... Ja, toen gingen we daar met elkaar een hapje eten. En daar werd hij geen laatste, laat maar zeggen. Dus, ja. Jij ja, wel? Ongelooflijk aardige gozer, hoor. Ja, ik sowieso. Ik wil wel graag, maar ik kan het niet. Jij kan niet zoveel meer eten natuurlijk, hè? Na je maagoperatie. Nee, helaas. Ik eet wel regelmatig iets op. Maar ja, niet meer... het is voor mij één hoofdgerechtje of 2 voorgerechtjes. Maar wat deze gasten soms naar binnen weten te stouwen, dat is wel legendarisch. Ja, ik heb het dan op die pro-tour mogen meemaken inderdaad, wat er af en toe naar binnen wordt gewerkt, zal geen namen noemen. Maar dan denk ik van, volgens mij had je al heel veel op en dan komt er nog heel veel bij. Ja, je had het in die andere podcast dus over wat Barry Hearn zei. Ik had wat mensen geappt toen ik dat berichtje van hem las, over dat ze gezonder moesten gaan eten. Ja. En toen dacht ik, vriend, toen ik de operatie had gehad en ook daarvoor, ik loop al 10 jaar op die pro-tours, ik heb nog nooit een appel kunnen krijgen, bij wijze van spreken. Nee, klopt. Je kan alleen maar troep eten. Als je daar binnenkomt, komt de frituur luchtje tegemoet om 9:15 ochtends. Ja, nee, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Dat is echt, op zijn eigen toernooi is het schandalig geregeld, hè? Ja, echt apart. Ja, zeker. Ja, er zijn ook Challenge Tours gespeeld, de laatste natuurlijk. Waar het nog om een Grand Slam ticket ging tussen Scud en Plezier vooral. Scud heeft dat gewonnen. Die won daarmee ook de ranking. Nou, ze hebben allebei een tourkaart. En Christian Kist en voor mij vooral verrassend Alexander Merks, die hebben zich voor het WK nog weten te plaatsen. Die had ik niet helemaal aanzien komen, Matthias. Alexander Merks. Nee, heel goed jaar voor
Alexander Merckx, geweldige bijnaam heeft hij ook, hè? Vertel. Alexander the Great. Alexander de Grote. Ja. Nee, Ik vind dat wel een leuke, ik vind dat wel een leuke dat is een bijnaam. leuke. Zeker, zeker. We hebben ook wel eens Nee, miljonairen gehad. heel mooi, heel mooi. En ik denk zelfs dat ze een kaarsje gaan branden, kist en Merckx, voor de verdere prestaties van Schut en Plezier, want die kunnen nog in de top 64 van de wereld komen. Waardoor dat zou betekenen dat de tourkaarten, die nu richting Schut en Plezier gaan, dat die dan nog zouden kunnen doorschuiven naar plaatsen 3 en 4 van de Challenge Tour. Ja, het zal vooral voor Kist wel verdiend zijn. Die zit er al jaren tegenaan te hikken. Plaatst zich nu voor de tweede jaar op rij gewoon voor het WK. Vorig jaar zelfs via de Pro Tour. Dus het zou ook wel weer goed zijn als hij weer een tourkaart heeft, hè, Jaco? Ja, zeker. Ja, dat is soms het mooie aan wat dat betreft het hele systeem, hè, waarin je zit als je bij PDC gaat spelen. Vind ik dat wel grappig. Dat niet zo makkelijk is, maar je kan wel zo ver mogelijk komen. Het is niet makkelijk, maar als je ziet hoeveel jongens zonder tourkaart het hele jaar Pro Tour spelen, ja, dat vind ik vooral erg. Ik vind, je mag er best een aantal missen, maar er zou een regel moeten zijn dat je gewoon minimaal een x-aantal Pro Tour speelt. En anders ben je hem gewoon kwijt. En als je echt een blessure hebt, ja, oké, dan moet je dat aan kunnen tonen. Maar er zijn nu gewoon spelers die komen nooit. Ja, die nemen dan eigenlijk een plek in van Christian Kist of noemen ze maar op. Ja, dat is eigenlijk schandalig. Dat komt natuurlijk doordat het door de week nu ook gespeeld wordt, dat er heel veel afmeldingen zijn. Als je dit jaar in de top 10 van de Challenge Tour stond, heb je denk ik bijna alles kunnen spelen, hè, Matthias? Ja, daar heb je inderdaad veel wedstrijden kunnen spelen. Ja. Nu, er waren soms wel een aantal aparte pro-tours waar zelfs heel verre invallers werden opgeroepen. Ik denk aan een Stefan Hendrik, de Belg, die plots meedeed aan een van de pro-tours. Hij heeft er zelfs 2 of 3 gespeeld. En die stond, wat was het, op plaats 30, denk ik, op de Ode of Merit van de Ja. Challenge Tour. Dus dat is echt wel heel vreemd soms, hoor. Ja, dat is wel gek inderdaad, dat het zo ver doorschuift op de Challenge Tour ranking. Leuke vermelding wel voor Stefan Hendrik, want die heeft in het derde laatste toernooi op de Challenge Tour de finale bereikt. Helaas wel verloren van Andreas Harrison, maar een Belg om in de gaten te houden op Q-School, Stefan Zeker. Hendrik. Zeker, hij heeft goed gespeeld inderdaad. Dus dat is voor Q-School ook wel eentje, inderdaad, wat jij zegt, om in de gaten te houden. Daar gaan we op letten. En misschien ook wel voor de World Masters, hè, zou het zomaar eens kunnen. Of niet? Als je dan je tourkaart haalt. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, want er is een gloednieuwe WIMA World Masters. Hè? Dat wordt de vervanging van de Masters. Ja, we gaan van 24 deelnemers naar 204. Waarvan maar liefst 180 in de voorrondes. Ja, ik vind het wel een leuk nieuw toernooi, toch Jaco? Zeker weten. Zeker weten. Het brengt vooral voor heel veel nostalgie. En kijk, sommige spelers zullen het wel weer verschrikkelijk vinden wat ze allemaal ervoor moeten gaan doen om er daadwerkelijk te komen. Maar ik denk dat het is gewoon belangrijk dat de PDC als organisatie zich blijft ontwikkelen met nieuwe formats, nieuwe toernooien. Weet je, ik mis in darten nog een soort rijdencup-achtig iets, maar voor de rest is het gewoon leuk. Want de Masters zelf, ja, met alle respect, top 16 van de wereld, niet gerankt. Ja, wat heb je daar? Ja, nee, heb niks. Je? En sommige spelers boeit het dan ook niet. Ja, dan is het gewoon zonde. Maar het kan je wel recht geven op de Grand Slam. Of bijvoorbeeld desnoods de Premier League nog. Wat natuurlijk ook wel eens gebeurd is. Dat vind ik dan een beetje gek. En nu krijgt het toernooi veel meer cachet. Ja. Ik denk dat heel veel mensen heel graag dit toernooi willen gaan doen. Ik ben wel benieuwd, want ik denk dat het ook wel een groot toernooi wordt. Wanneer de Premier League line-up dan bekend wordt gemaakt, wordt dat daarna gedaan? Of wordt het daarvoor al gedaan? Het lijkt me dat als het zo'n groot toernooi wordt, dat je de winnaar daarvan ook wel wilt hebben, denk ik. Ja, ik denk dat je eigen antwoord geeft. Ja, ik dat daarna pas definitief. Ja, dat denk ik. Oké. Okay. Ja, want het afgelopen jaar hebben ze het al voor de Masters gedaan. Ja, hè? Klopt, klopt. Dus daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar, inderdaad. En al die voorrondes, het roept bij mij wel veel vragen op, want er wordt gezegd, alles in sets wordt gespeeld, hè. Dan best wel 3 legs. Al die spelers over de hele wereld die komen, als je 180 gedeeld door, dus, ja, 32 poolwinnaars, als je 180 gedeeld door 32 doet, kom je op 5, 6 spelers per pool. Dat zie ik toch ook niet helemaal voor me, want als je dat 2 wedstrijden verliest, dan ja, is het leuke er wel vanaf, toch Matthias? Ik heb heel veel vragen. Ja, sowieso. Altijd zijn er vragen bij een nieuw format. Ja, het is een nieuw format vanuit een ouder jasje, zullen we maar zeggen. Maar goed, we moeten dit een kans geven, toch? Ja, zeker, zeker. Ik vind het heel leuk dat dit in een nieuw jasje wordt gestoken. Toch? Ik denk dat Grand Slam heeft wat dat betreft ook zijn valkuilen. Maar dit heeft er gewoon wel iets.
En ik vind het ook leuk dat er weer een toernooi zwaar met sets gespeeld wordt. Dat is ook veel te weinig. Ja, nee, klopt. Klopt, ja, klopt. Voor ons Belgen is het leuk om nu te kunnen verwijzen naar de zege ooit van onze collega Erik Larijs op de Winman World Masters. Dus het is zoals Jaco zegt, het roept een vleugje van melancholie en nostalgie op. En dat is altijd goed. Dat is altijd leuk. Ja, nee, ja. Zeker, zeker. Bij de WDF waren ze minder blij, denk ik, hè, Matthias? Dat een toernooi in één keer wordt overgenomen. Ja, maar de WDF moet zich ook dringend gaan bezinnen over hun eigen toekomst. Want als je ziet dat hun eigen WK, dat daar, als je kijkt naar de prijzenpot en het prijzengeld voor op Lakeside, voor in de eerste ronde bijvoorbeeld te winnen, wat was het? 750 pond? Ja, zoiets, zoiets. Ja, dan mag je als WDF zijnde wat vragen gaan stellen, hoor. Ja, en ze hebben wel de moet je vooral prijzen naar jezelf kijken. Ze hebben prijzengeld wat verlaagd natuurlijk, alleen het prijzengeld van de winnaar blijft wel staan. Dat is, denk ik, gewoon voor de uitschaling, hè, Jaco? Dat ze dat dan dat doen. Dat denk ik ook, ja. En dan moet je hopen dat je het krijgt. Ja, dat is ook nog altijd de vraag natuurlijk. Nou is de WDF denk ik wel wat betrouwbaarder dan het einde van de BDO toen, hè? Jawel, maar het is gewoon zonde. En als ik dan hoor hoeveel dat er nog afgaat van de fiscus, van de belastingen. Ik hoorde onlangs dat, correct me if I'm wrong, dat er 2% gaat van het bedrag dat Mike de Dekker won op de World Grand Prix. Hoe bedoel jij je weet dat misschien beter, Jaco, met dat jij al de groten hebt begeleid, maar... Nee, in de PDC is het gewoon dat je inderdaad 2% van je prijzengeld inlevert naar de, volgens mij, de pensioenpot of zo van de PDC. Ja, klopt. Je moet dus 2% ja, inleveren. En de fiscus, ja, dat weet je natuurlijk niet. Ik weet niet of Mike de Dekker in Engeland wordt belast, omdat hij daar zijn prestatie levert, of in België. Ja, dat is ook heel onduidelijk. Ik denk dat het in Engeland is, maar goed, ja... Het is onduidelijk wat dat betreft. Ja, ik denk ook in Engeland. Dat zouden we misschien eens aan hem moeten vragen. Komt de Belgische fiscus nog? Of passeert die ook nog? Dat weet ik niet. Daarna, hè? Ja, maar ja, dan schiet er wel op den duur heel weinig over, hè? Want we spreken maar over 2%, maar dat is op een bedrag van, wat is het, 120.000 pond, is dat best veel, hoor. Ja, zeker, zeker. Dat moet je gewoon afstaan. Inderdaad, daar betaalt de PDC... ik weet niet of het precies naar de PDPA gaat of naar de PDC, maar die betalen daar natuurlijk weer hun dingetjes. Nee, dat gaat volgens mij naar de PDPA inderdaad. Maar ja. Ik denk dat Mike de Dekker gewoon belasting betaalt in Engeland. En andergelang de hoogte van zijn belastingschijf in België, moet hij misschien ook nog iets in België betalen. Dat zou zomaar kunnen. Ja, leuk. Okay. Maar hij houdt meer over dan vooraf gaat aan het toernooi. Dat is het belangrijkste. Ja, nou, nog net aan dan in ieder geval. Ja. Ja, we hadden het al even over Lakeside. Ik denk dan wel leuk om even dat te benoemen. Daar is ook de loting van geweest. Ik moet eerlijk gezegd zeggen, Matthias, ik hoorde de loting en toen dacht ik, oh ja, de loting van Lakeside. Het leeft bij mij in ieder geval minder dan vorig jaar. Dat je al die Nederlandse toppers had en dat je natuurlijk Andy Bates had, die als toernooifavoriete toernooi inging. Ik heb de indruk dat er iets minder tot de verbeelding sprekende namen meedoen ten opzichte van het WDF-WK van vorig jaar. Toen had je inderdaad nog zo onder meer een Jelle Klaassen en een Wesley Plezier die meededen. Ja. Wat leuke namen zijn. Nu heb je dat gevoel, denk ik, iets minder. Je hebt een bracket waar heel veel mooie namen in zitten. En dan heb ik het over een Dennis Nielsen. Dan heb ik het over een Moreno Blom, een Jarno Bottenberg. Een Jimmy van Schie zit daar, dacht ik, ook tussen. Ja, die staat daar bovenaan inderdaad. Die staat daar, dat is zijn deel, zeg maar. Klopt. Ja. En dan heb je een deel in het bracket, het andere deel van het bracket, waar bijvoorbeeld mijn collega en landgenoot Brian Ramand in zit. Ik denk als die zijn eerste wedstrijd wint van Corné Groeneveld, wat ik best een pittige loting vind, dan denk ik dat hij wel een mooie run kan maken. Dat denk ik ook. Ik denk dat het schema daar redelijk open ligt. Ja, die Danny Poort is als eerste geplaatst. Ik denk niet helemaal terecht, maar dat is meer gewoon doordat hij veel toernooi heeft gespeeld. En daar in die kant zit hij. Hij speelt tegen Corné Groeneveld. En daar zit ook François Zwijen zit er natuurlijk, hè, die we ook op de Euro. Zeg het nog eens? Nee. En dan heb je ook... Ja, dat vind je leuk, hè? Ja, dan heb je François ook nog... Zwijen. Hoe? François Zwijen. Ja, jij spreekt ook een beetje Frans natuurlijk, hè? Dus, Ah, mais oui, chérie. Ja, dat, ik weet niet wat je nu zei, maar inderdaad, ja. Zelfs dat ken je niet, wat nee, ik net zei. Ik spreek echt geen woord Frans. Jij, Jaco? Ja, hij noemde je net gewoon zo liefje en jij weet het niet. En je wordt wel rood. Ik snap er niks van. Zei je dat? Zei je dat? Ja, oui, chérie, betekent ja, schatje.
Oké. Nou, dat wordt een hele clever podcast. Maar die zit ook in. Jij moet niet gaan stappen in België, vriend. Nee, dat denk ik ook niet. Maar goed, Frans van Zwijnen zit ook in dat deel. Laat maar zitten. Ik vind het goed. Ja. We zullen eens een aparte podcast houden. Franse lessen met. Ja, met nou, dat kan ik wel gebruiken inderdaad. Ja. Met Damian. Jarno Bottebergs tegen Matthew Edgar. Natuurlijk ook een leuke wedstrijd. Hè? Ik ben benieuwd of het allemaal gevlogd gaat worden door Matthew Edgar. Die natuurlijk alles filmt tegenwoordig. En Moreno Blom noemde hij al tegen Paul Lim. Ik vind het ook wel weer heel leuk om Paul Lim op Lakeside te zien. Hè? The legend. Ja. Heb je daar een kaart van, Jaco? Nee. Nou, dat is eigenlijk wel gemist, toch? Ja, ik heb hem toch echt wel een aantal keer gezien op de World Cup ook. Maar nooit aan gedacht. Nou, wel aan gedacht, maar het is wat ik al zei. Het is zo moeilijk om die kaart in Azië te krijgen. Ja, dat is waar. Dat is waar. En zijn fanbase ligt gewoon hier. Ik krijg ook heel veel van mensen de vraag om een kaart te maken van Jocky Wilson. Ja, het is natuurlijk best wel lastig als iemand is overleden. Ja, hoe ga je dan zomaar een kaart uitbrengen? Je moet er wel toestemming hebben aan de familie. Ik ga niet lukraak een kaart uitbrengen om er geld aan te verdienen. Nee. Dus dat zijn best wel moeilijke dingen. Dus ja. Maar het is inderdaad wel iets. Als hij het PDC-WK gooit, die PDC-WK? Nee, gooit het Lakeside, gooit hij. Ja, dan wordt het lastig om hem aan te spreken. Ja, dan ga je niet heen. Nee. Nee, oké. Okay. Nee, ik ben het hele PDC-WK aanwezig. Van dag 1 tot dag laatst. Dus pittig. Ik loop genoeg. Ja. Ja, hij speelt tegen Moreno Blom. Ik denk wel dat hij weinig kans heeft in principe op papier natuurlijk, hè, Paul Lim. Nou ja, het is gewoon wel een fantastische speler, blijft het hoor. Ja, maar Moreno Blom heb ik op de Eurotour gezien dit jaar. Dat vind ik ook een goede speler natuurlijk. Ja, ja, zeker. Herinner je nog Paul Lim met Singapore tegen de Belgen? Hoezeer ze het op de World Cup de Belgen moeilijk gemaakt hebben. Zo. Ja, dat klopt. Ja, dus, kan het pas zeker op nog. Voor onderschatting hoor, Mr. Damian. Ja, nee, oké. Ik zal hem niet onderschatten. Ik zal het ook tegen, als we spreken, Moreno Blom, zullen we ook zeggen dat hij hem inderdaad niet moet onderschatten. En om af te ronden nog, qua Belgen, Sybren Gijbel speelt tegen Kevin Luuk in de eerste ronde. En dan komt hij eventueel Liam Mandel Lawrence tegen, de Duitser. Dat is ook echt de Duitse naam natuurlijk, hè? Liam Mandel Lawrence. En die, die hebben ja, we op de jij spreekt Eurovisie alles gezien. Frans uit, dus... Ja. Ik had Kan je wel niet een beetje gedacht. Duits? Nee, een beetje verstaan, ja. Een beetje verstaan. Maar we gaan ook niet Duits zitten praten nu, toch? Ongelooflijk. Okay, dat begreep ik. Doe geen Belgen bij de dames mee, hè, Matthias? Nee, bij de dames niet, nee. Dat klopt. Maar goed, ja, dat maakt toch weinig uit. Want daar weet je toch al de winnares op voorhand. Ja, dat is wel erg eigenlijk, hè. Dat je dat al een beetje in kan schatten. Dat je denkt van ja, de Boguiz gaat het halen. Anka Zelstra zit dan bij haar aan de kant als enige Nederlandse. En aan de andere kant, ik denk dat dan prettig is dat daar drie Nederlanders zitten. Aline de Graaf, Lerena Rietberg en Aletta Waaier. Die zitten allemaal aan de andere kant. Dus voor hun leuk om misschien de finale te halen en tweede te worden, hè, Jaco? Ja, nou het is eigenlijk heel erg, toch? Ja, het is ook heel erg. Maar ja, het is de keuze van Boguiz, hè. Ja. Ik vind het jammer dat Fennescher ook hier bijvoorbeeld niet aan meedoet. Dat nu niet meer mag, weet je wel. Dat je gewoon, ik vind dat voor de dames moet dat gewoon open zijn. Dat die gewoon aan allebei mee mogen doen, vind ik. Ja, er valt wat voor te zeggen, maar ik snap de PDC ook wel natuurlijk. Ja, nee, ook, dat snap ik ook. Want zeker nu het Lakeside daarvoor is natuurlijk. Dan wil je ze gewoon op je eigen toernooi. Ja, maar ik zou wel eens een keer een toernooi willen zien met echt alle dames die er zijn, laat maar zeggen, om die eens echt het toernooi tegen elkaar te laten spelen. Ja, dat ontbreekt nu een beetje. Dat je het echte dames-WK gaat ook wat status af, doordat niet alle dames mee mogen doen natuurlijk. Nee, en er zijn echt een paar hele goede speelsters. Ja, nou, Lisa Essien doet gelukkig wel mee. Dat vind ik ook wel iemand die haar nog een beetje kan uitdagen misschien. Ja. Ja. Ik kijk vooral ook uit naar de jongere categorieën trouwens, Damien. Oké, die heb ik niet, toevallig niet voor me, maar... Ja, zeker weten, want in de jongere categorieën, bij de jongens, doet dus die Lex Paashuizen mee. De 13-jarige jongen uit België. Moet in principe doorheen zijn eerste wedstrijd geraken, de kwartfinales. En dan komt hij in de halve finales hoogstwaarschijnlijk uit tegen Kenji Steinbach. Wat natuurlijk een pittige wordt. Dat wordt zeker pittiger. Die heb ik op de NDB Masters gezien spelen. Die kan echt heel goed darten, Jaco. Ja, die ken ik niet. Oké, nou die ga je leren kennen binnen een paar jaar. Laat ik je dat garanderen. Die is echt heel goed. Dus
Die is nog jong, dus ik snap dat je hem niet kent, maar die is echt goed. Dus dat is zeker leuk om te volgen. Dat wordt een beetje aan het einde gespeeld van de week, denk ik, Matthias. Ja. Toch? Ja, ja, ja. En aan de andere kant van het bracket trouwens ga je waarschijnlijk Jensen Walker of Mason Tees krijgen in de finale. Die spelen tegen elkaar in de kwartfinales. En die is dan denk ik favoriet in zijn halve finale om dan richting de finale te gaan. Ook nog meegeven bij de meisjes. Daar gaan we onmiddellijk halve finale spelen en speelt onze Belgische Jentel Fransen tegen Paige Pauling. Pauling is daar de favoriete. En zal denk ik misschien uitkomen tegen de regerende kampioene bij de meisjes, Aurora Focchisato uit Italië. Ja. Die speelt tegen Sophie McKinley uit Schotland, haar halve finale. Oké, okay. Nou gaan we in ieder geval volgen, inderdaad. Is al bekend of het wordt uitgezonden in België of nog niet? Ik weet er niks van, ik doe er geen uitspraken over. Oké, okay. Klinkt een nee, beetje ik weet, er absoluut niks van. Oké. Okay. Ik ben al lang vragende partij om dat uit te zenden. Maar ik weet het niet. Ja, wel treurig aan Jaco dat die rechten gewoon niet verkocht lijken te worden. Want in Nederland is het ook, gaat het ook niet uitgezonden worden. Nee, maar wat jullie net al zeggen, er zijn weinig aansprekende namen. Het meest aansprekende is de naam Lakeside zelf. Ja, klopt. En voor de rest, er moet natuurlijk wel, het is leuk als je het uitzet, maar er moeten ook mensen naar kijken. Ja, dat is wel belangrijk inderdaad, want het kost natuurlijk ook allemaal wat. Ja. Vorig jaar werd het ook niet super in beeld gebracht, vond ik. Dat vond ik vooral jammer. Eigenlijk alleen een Nee. beetje de eindfase, omdat dat werd wel door tv-stations voor mij uitgezonden. Maar Ja. het was inderdaad echt een heel simpele YouTube-stream, was het met scorebord van Dart Connect volgens mij. Dus dat vond ik heel Ja. jammer, vond ik dat. Ja. Nee, ja. Als je het vergelijkt met de PDC, dan is het natuurlijk, ja, heeft het gewoon heel weinig waarde, denk ik, voor Televisieland. Ja, daar ben ik ook bang voor inderdaad. Iets wat wel heel veel waarde heeft, is de Grand Slam of Darts natuurlijk. Zullen we daar maar eens heen gaan, Matthias? Ja, gaan we gewoon poelen per poelen doorlopen, of wat gaan we doen? Ja, laten we dat doen. Gaan we gewoon beginnen we bij pool A en eindigen we bij pool H. Ja, dat is goed. Poelen A dan hebben we Luke Humphries, James Wade, Mickey Mansell. Daar is hij al meteen, de Cyclone. Ja. En Robbie John Rodriguez. Ik denk dat we hier met twee favorieten in deze poelen zitten. Want voor de mensen die het trouwens niet weten, die pas instromen bij darts, de Grand Slam, het format is heel speciaal, omdat we dus met een poelenfase beginnen. Dus iedereen speelt één keertje tegen elkaar. De top twee gaat door naar knockout. En ik denk dat Wade en Humphries hier de favorieten zijn. Dat denk ik zeker. En ik denk ook zeker dat ze doorgaan, toch, Jaco? Nou, ik denk dat Humphries wel doorgaat. En ik denk dat op de tweede plek kan die Mickey Mansell zomaar gaan verrassen. Ik hoop het toch niet. I like your hot take. Ja. Wat ik wel irritant vind, volgens mij is dat nog steeds zo natuurlijk, is dat de twee spelers die uit deze pool doorgaan, elkaar in de kwartfinale weer kunnen tegenkomen. Ja, ja. Dat is blijf echt belachelijk. Ik blijf dat zo idioot vinden, dat je niet naar de andere kant van het schema verdwijnt. Ja. Maar goed. Het is gewoon de seeds beschermen natuurlijk, hè. Dat is het ieder jaar. Ze hadden gezegd dat ze wat aan gingen doen, maar het lijkt me niet te gebeuren. Nee, maar... Is er Robbie John Rodriguez? Kunnen we daar nog iets van verwachten? Nou, zeker. Ja. Ja, denk je ja, dat? Het is een heel kort format, dus ja. Ik denk gewoon dat het heel lastig is om zeker te zeggen wie er gaat winnen. Oké. Okay. Jij, Matthias, verwacht jij iets van Robbie John? Ja, het beste dat we van Robbie John Rodriguez gezien hebben was dus op de World Cup of Darts aan de zijde van Mensur Suljovic. En dat is al een beetje het verhaal de voorbije jaren voor beide heren. Als ze naast elkaar of samen met elkaar spelen, dan kunnen ze hele mooie dingen doen. Apart is het de voorbije jaren toch individueel dus een pak minder gebleken. En ik ga nu eens kijken trouwens waar Robbie John staat op de Order of Merit. Die staat op plaats 71, dus die moet echt een goede run doen. Of die is zijn tourkaart kwijt, hè, denk ik. Ja, dat gaat niet naar het WK voorlopig in ieder geval ook. Dus het is wel een beetje... Ja, ik vond het vroeger altijd talent. Alleen het lijkt er maar niet uit te komen bij Robbie John Rodriguez. Dus, nee. Hij heeft ook veel problemen gehad met zijn dochter, toch? Ja, zeker. Hij heeft veel ja, problemen gehad. Dat klopt, dat klopt. Ja. Ja. Dat zijn inderdaad verzachtende omstandigheden in het geval van RJR. Mensur Suljovic die staat momenteel wel, als we kijken naar de Tourcard race, nog in de top 64. Dus ja. Die lijkt het wel te gaan redden. Ja, zeker. Laten we dan naar Pool B gaan. Dan gaan Noppert, Schindler, Menzies en Greaves het tegen elkaar opnemen. Leuke poelen. Dit is zeker een leuke pool inderdaad. Ik denk voor Bo Greaves dat het wel lastig gaat worden alsnog. Ik denk dat ze wel tekort gaat komen. Toch? Ja, ik denk dat ze inderdaad in een iets te zware poelen zit nu. Ja.
maar wel een pool met mogelijkheden. Er zijn voor haar zwaardere poelen mogelijk, denk ik. Dat is ook waar. Ik denk dat deze pool heel erg dicht bij elkaar ligt. Oké. Geen uitgesproken favoriet. Ja, jullie zien misschien anders, maar Noppert is altijd steady, Mensch is goed in vorm. Bo Greaves is toch lastig. Dus het geeft altijd een extra druk als je tegen een vrouw moet spelen, toch? Ja, dat is zo. En ik denk dat Damien Martin Schindler met stip op 1 zet, natuurlijk. Nee, ik ga voor Noppert en Menzies, ga ik. Dat die doorgaan. Ja, ik weet het niet. Ah, ik denk wel Danny Noppert. Die is gewoon stoïcijns. Wil je een voorspelling, Jaco? Wie denk je nog meer dat er doorgaan? Met ja, Noppert? Dan ga ik wel voor Schindler. Oké. Okay. Jij, Matthias? Maar, ja. Ja, ik zie graag Cameron Menzies darten. Maar het zou mij niet verbazen als hij tegen Greaves moet spelen, dat er onmiddellijk een soort kortsluiting in zijn hoofd is, samen met het publiek achter hem. En dat hij daar inderdaad van Bo Greaves zou verliezen. Dat zou mij in principe niet verbazen. Maar ik ga hier toch voor de safe takes en voor Noppert en Schindler. Oké. Ja. Gaat zien. Laten we naar groep C gaan. Hè? Rob Cross, Peter Wright, Martin Lukman, Leonard Gates. Ook hier wel twee uitgesproken favorieten, hè, Jaco? Met Cross en Wright. Oh. Ja, nou. Oh. Ik vind Wright dan niet echt een favoriet op dit moment. Nee. Cross wel. Cross staat voor mij gewoon vast. Die wint deze pool. Leonard Gates. Daar heb ik niet zo'n hoge pet van op. Dus ja, ik weet niet. Ik zie Martin Lukman ook wel gewoon tweede worden. Oké, ja, ik vind het niet een hele leuke speler ook om naar te kijken, Martin Lukman. Nou maakt dat niet uit. Maar daar krijg je geen punten voor. Nee, dat is waar, dat is waar. Maar dan denk ik dat Peter Wright wel meer punten gaat pakken. Dus ik ga gewoon voor Cross en Wright, hoor, dat die allebei doorgaan. Maar jij gaat voor Lukman dan, Jacob. Kunnen we geen poeltje hiervan maken? Ja, ik ga voor Lukman en Cross. Oké, we kunnen bij elkaar optellen dat, met hoeveel punten iedereen haalt. Dat kunnen we wel doen. Ja. En dan ben je in de eerste pool weer voor Menzel gegaan, hè? Dat weet je. Ja. Ja, oké. En voor wie ga jij, Matthias? Jij gaat voor Cross en... Ik ga ook voor Lukman. Oké. Ja, sorry hè, Damien, maar hij gaat beter moeten doen dan zijn 74 gemiddeld, hè, waar hij mee gooide op het voorbije EK. Hè. Ja, dat nota was bene is zijn slechtste gemiddelde ooit bij de PDC. Dat was Peter niet goed, Wright. Dat moet ik gelijk erkennen. Dat was zeker niet goed. Dat ben ik met je eens. Ja, als hij dat gaat reproduceren, dan gaat hij ook kletsen krijgen van Leonard Gates, hè. Ja, Lennon is gewoon een goede speler natuurlijk. Dat is zeker waar. Oké, dan gaat het zien. Dave Chisnell, Ross Smit, Richie Attaus en Colin Scutt maken D-compleet. Dat vind ik echt een pittige, ze. Vind ik ook. Ja. Het ding is, bij Chisnell weet je niet wat er kan gaan komen. Je kan of een hele goede Chisnell krijgen, maar ja, Chisnell op tv is ook weer een hele andere Chisnell. Dus ik weet niet ik vind het heel lastig, deze pool. Vind je makkelijk? Nee, lastig. Dit is denk ik de moeilijkste pool om in te spelen. Oké. Zal ik het dan aftrappen? Dan ga ik gewoon voor Ross Smit en Connor Scutt. Die gaan door. Ze spelen best of nine zeker, hè? Tot vijf winnenden, hè? Ja. 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 Dat is ook zoiets trouwens, hè? Moeten de mensen ook in acht nemen. Het zijn korte wedstrijden, hè? Mm-hmm. Dus er kan van alles gebeuren in die wedstrijd, hè? Ja. Daarom ga ik voor Ross Smit en Connor Scutt. Ja, ik ga voor Chisnell en Ross Smit dan. Oké. Okay. Jij, Matthias? Ja, ik vind Ross Smit in een iets mindere bui zitten. Dus ik ga hem helaas niet laten doorstoten. Dave Chisnell laat ik wel doorstoten. Als je het voorbije jaar de nummer 1 bent op de Pro Tour, wat Dave Chisnell is, moet je hem toch echt wel bij de eerste twee zetten. En dan is het de vraag natuurlijk, hè, kan Connor Scutt zijn powerscoring bovenhalen? Of gaat hij met wat zenuwen op het podium staan? Gaat Attehouse de riem eraf laten? Of gaat hij er toch weer vol voor gaan? Ik ga voor Chisnell samen met... Ik ga toch voor de EK-winnaar, Attehouse. Okay, I believe in the sleeve. Oké, dan hebben wij dus twee hele andere hebben we. Dat is in ieder geval leuk. Mooi. Ja. gaan we naar het onderste deel van het schema. Michael Smit, Mike de Dekker, Jermaine Wattimena en Mensu Sujovic. Ja, Jaco, ook wel een leuke pool. Ja, ook een leuke pool. Ik ben daar wel voor Mike de Dekker. En Michael Smit. Oké.
Ik ga voor Mike de Dekker en mensen Sujovic, dat die doorgaan. Echt? Ja. Ik Jij verwacht wil niks van niet Mike. winnen. Ik verwacht niks van Michael Smit. Die voelt de druk. Die heeft 2 jaar geleden gewonnen. Dus die gaat in de pool. Dan gaat hij afhaken. Maar dit is echt, als hij nu de finale haalt, dan krijg ik deze nog keihard terug natuurlijk. Maar ik ga gewoon voor Mike de Dekker en mensen Sujovic. Nou, maar een lastig poeltje ook. Ja, nee, zeker. Medi staat Zeker. natuurlijk ook heel goed te gooien. Die kan zomaar, omdat hij de finale had van een major, kan zomaar het licht hebben gezien. Hè? Ja, dat kan. Dat kan. Dus, dus kijk, van mensen verwacht ik niks en dan juist kan hij heel sterk zijn. Mike heeft een heel goed track record tegen Michael Smith. Dus ik hoop dat dat blijft voortduren. Nu ja, hij begint wel tegen Jermaine Wattimena. En ik heb een hele hoge pet op van Jermaine dit seizoen. Gooit heel goed. Getuige natuurlijk zijn finale plaats. Dus ik weet niet. Ik hoop en ik veronderstel dat Mike wint van Jermaine in die eerste wedstrijd. En dan weet ik niet hoe Jermaine daarmee gaat omgaan in zijn volgende wedstrijd. Dus ik ga daarom toch voor het métier, zoals we zeggen, van Michael Smith. Dus Mike en Michael die doorgaan. Oké, veilig. Gaan we ja, zien. ik wil ergens wel Jermaine mee met Mike voorspellen. Het zou mij niet verbazen als dat de verrassing is en dat Michael Smith wordt uitgeschakeld. Dat zou mij niet verbazen. Maar het is omdat Mike en Jermaine als eerste tegen elkaar spelen dat ik niet goed weet hoe Jermaine ermee gaat omgaan in de filosofie dat dus Jermaine verliest. Hè. Oké. Dus je gaat toch voor Michael Smith en Mike Dekker. Blijf je wel. Ja, ja, Oké. ja, ja. Ja, ja. Oké, gaan we naar groep F. Dat is in de andere Belg. Ze kunnen elkaar in principe weer heel vroeg tegenkomen. De Dekker en Van den Berg. Groep F zit dan Dimitri Van den Berg samen met Duke Liddell, Kim Barry en Lawrence Ilagan. Ja, sorry, ik verwacht niet al te veel van Dimitri. Dus ik denk dat Liddell en Barry doorgaan. Ook, ondanks dat ik het Dimitri hartstikke gun. Maar hij zit er niet lekker in, Jaco. Dat ben ik op zich met je eens, maar ik weet 100% zeker dat Dimitri en Luke Littley doorgaan. Oké, 100% zeker. Ja, dat is knap, hè? Ja, dat vind ik knap. En Lawrence Ilagan verwacht je niet veel van. Nee. Nee, eigenlijk niet. Nee, ik ook eigenlijk niet. Ik vind, die hebben we al heel vaak gezien natuurlijk, maar kan nooit echt potten breken. Dus Nee. nee, ik heb dat ook een En beetje Kim jam. Barry, ja, ik zie het gewoon even niet gebeuren. Wel knap door de kwalificatie heen gegaan, hè, Kim Barry. Ja, maar ja. Daar zeg je het ook, hè? Als je dus echt knap door een kwalificatie heen moet gaan, is de Grand Slam natuurlijk wel een heel zwaar toernooi om te gaan spelen. Dat is waar. Ik denk Dat dat is waar. Lidler sowieso zijn 3 potjes gaat winnen, maar ik denk dat Dimitri zoveel ervaring heeft. En ik denk dat het voor de andere spelers ook lastig is om tegen Dimitri te spelen. Kijk, wat gaat het publiek doen, is natuurlijk ook wel een issue. Maar ja, Lawrence Ilagan of Kim Barry zijn geen publieksfavorieten. Dus ik denk niet Nee. dat Dimitri wat dat betreft heel veel last gaat krijgen. Of hij moet hele gekke tirelantijnen uit gaan halen op het podium. Maar dat verwacht ik niet, joh. Ik verwacht dat Dimitri en Luc gewoon doorgaan. Oké, jij, Matthias? Ik verwijder me even uit de podcast. Nee, ik zal ook voor de veilige keuze gaan. Litter en Van den Berg. Maar, ik heb een grote maar. Eerste wedstrijd is Van den Berg tegen Ilagan. En ik verwacht wel wat van Ilagan. Tweede schijndigt op de Asian Tour, na die Toilo. Het publiek gaat misschien een rol spelen. De laatste keer dat Van den Berg op het podium stond, was er heel veel boegeroep naar Dimitri. Ilagan zou daarvan kunnen profiteren. En als hij zou winnen van Dimitri, wat ik niet verwacht, want ik zeg Littler en Van den Berg gaan door. Maar als hij wint van Van den Berg, in die omstandigheden zou het mij niet verbazen als hij verrast. Ik verwacht wel iets van de Filipijn. Oké. We gaan het allemaal terug laten komen, hè? Dus dat is in ieder geval Oh, een leuke hot spannend. take. Ja. De laatste twee poeltjes, hè? Groep G, met 2 Nederlanders. Michael van Gerwen, Gary Anderson, Ryan Joyce en Noah-Lynn van Leuven. Heeft Van Leuven niet echt getroffen, hè, Jaco? Nee, het is niet de makkelijkste pool. Maar aan de andere kant heb je eigenlijk 2 wedstrijden waar je zonder verwachtingen in kan gaan. En dan kan je misschien wel je beste spel laten zien. Ja, misschien En, wel. Maar je merkte al bij de dames matchplay ook al, hè, Matthias, dat ze heel zenuwachtig was. ja, ze was heel onwennig bij haar walk-on.
En het duurde eventjes vooraleer ze in het juiste ritme kwam, maar toen was het kalf al verdronken. En ja, ik heb een beetje vrees dat dat opnieuw zo gaat zijn. En in die korte formats, of in dat kort format, in die korte wedstrijden, heb je geen tijd om in te rollen. Je moet er onmiddellijk staan. En tegen Gary Anderson, die de hoogste gemiddelde heeft gegooid dit jaar op de Pro Tour, vooral op de vloer. Ja, hem zet je met stip op één. En Van Gerwen zet ik er ook bij. Ook al heb ik wel een hoge pet op van Ryan Joyce trouwens. Onderschat de darter. Maar toch de usual suspects die doorgaan. Ja. Ben ik mee eens. Ik ga ook voor Van Gerwen en Anderson. Ja, Jacob. Ja, ik ook. Eensgezindheid. Wat is de wereld mooi. Ja. Harry is altijd goed op de Grand Slam. Zeker, ja. zeker. Dan vind ik echt de leukste pool van allemaal is groep H. Hè? Ja, poelen des doods. Ja, Steven Bunting, Josh Rock, Gian van Veen en Wessel Nijman. Want dat zijn gewoon 6 potjes genieten zijn. Dat hè, Jacob? Ja, dat is niet te voorspellen. Nee, bijna niet. Ik heb van de week... Niet te voorspellen. Ik heb van de week ook in de andere podcast heb ik het voorspeld. Ik weet niet meer precies wat ik gezegd heb. Maar als ik nu moet gaan, ga ik voor... Ja. Ik laat jullie eerst. Ik vind hem echt moeilijk. Ik ga de meest verrassende zeggen. Dat weet ik zeker. Oké. Jij, Matthias, zeg jij voor? Ja, als hij zegt de meest verrassende, dan zet hij Bunting dus niet bij zijn eerste twee. Ik ga toch voor Bunting. Die doorgaat. En dan één van de twee Nederlanders. En ik vind het moeilijk, want het is eerst Bunting tegen Nijman en Rock tegen Van Veen. Ik ga voor Bunting en Nijman toch, die doorgaan. Oké, ga ik voor Rock en Nijman, ga ik dan voor. Ik ga voor Nijman en Van Veen. Kijk, ja, ik hoop dat Jaco gelijk heeft in ieder geval. Ja. En ik het ligt zo dicht bij elkaar. Het ligt zo dicht bij elkaar. Ja, kijk, ze kunnen allemaal van elkaar winnen. Maar je zegt net zelf al, Josh Rock heeft het heel moeilijk op het podium. Het is een kort format. Zowel Wessel als Gian zijn heel erg stoïcijns. Wat dat betreft. En voor Bunting ligt gewoon ontzettend veel druk. Want die weet, ik krijg gewoon 3 klote tegenstanders tegenover me. Die heeft dan misschien het geluk dat hij heel populair is met het publiek. Het is kort format. Maar ja, ik zie echt de twee Nederlanders doorgaan. Ja, dan is Bunting een keer geseed, dat is nummer 6 zelfs. En dan krijg je deze pool. Dat is lekker. Ja, er is wel één iets wat voor mij in het nadeel speelt voor Gian van Veen, ook al zie ik hem heel graag darten, is dat zijn resultaten dit jaar op het grote podium helaas voor hem tegenvallen. En ja, maar dat misschien toch ergens loading, in zijn hoofd zit. Ja, maar ik zeg, hij heeft niet getroffen op de loting. Ja, maar nu ook 100... niet. Nee, dat is waar. Dus ja, ik kreeg Etta is natuurlijk 109 gemiddeld. Op de EK, 102 gemiddeld van Ross Smit op de Grand Prix. Dus nu heeft hij het weer niet getroffen inderdaad, Jacob. Nee, enkel op de UK Open, hè. Heeft hij enkele potjes gewonnen. En voorts altijd in zijn eerste wedstrijd gaan zitten dit jaar. Dus ja. Ik hoop het heel erg dat hij doorgaat, maar het wordt lastig. Ja. Nou ja, ik denk gewoon dat Gian een fijne speler is om tegen te spelen. Hoezo? Bij andere spelers. Nou, dat denk ik. Ik denk dat hij niet veel trucjes uithaalt. Hij gooit niet langzaam, hij gooit niet snel. Je hebt er gewoon geen last van. Daarom zie je vaak dat mensen hun beste partij tegen hem gooien. Ja. Begrijp je? En Dimitri van den Berg, ja, die haalt wel wat truc uit de kast als het nodig is. Of een James Wade, of noem ze allemaal maar op. Iedereen weet vaak wel iets te doen waarmee ze een ander kunnen een beetje uit hun focus kunnen halen. Ja, Gian heeft dat gewoon helemaal niet. Nee. Ik denk wel dat het belangrijk is, als je ver wil komen in het darten, dat je ook, als je niet alleen maar een megatalent bent, dat je ook meer moet durven doen dan alleen maar je pijltjes gooien. Ja, het is dan te zien of Van Veen het eventueel lastig kan maken tegen een van deze jongens natuurlijk. Ik ben wel benieuwd bij jullie een finale voorspellen. Het is hartstikke lastig natuurlijk. Zeker bij de Grand Slam of Darts met al die poolwedstrijden. En Matthias, wil jij aftrappen met een finale of wil je nog wat bedenktijd? Ik hoop op een finale waarin Gary Anderson de finale kan halen. Dat hoop je altijd, maar het wordt altijd lastig, hè? I know. Maar hij zit wel in een lastig bracket. Ja. Dus of het gaat gebeuren of niet, weet ik niet. Maar ik ga toch eens voor, nog eens voor Gary. Tegen... Ja.
Luke Humphrey zeker. Ja, oké. Okay. Maar wel Gary Anderson die hem wint. Oké. Echt? Ja, joh, ja, ik wil het. Ik denk dat dat zeker met die finale dag dat dat niet te doen is met alle respect zijn leeftijd ook. Dat je dan eerst 's middags natuurlijk heb je een hele lange wedstrijd en dan 's avonds weer een hele lange wedstrijd. Ik zie dat niet echt voor me. Ik ga voor... Ik heb vorige keer ook vertrouwen gegeven, toen heeft hij me laten stikken. Maar ik krijg nog één keer de kans. Rob Cross tegen Luke Littler. Dat wordt denk ik de finale. Ik denk Van Gerwen tegen Mickey Mansell. Oh, nee. I like. Nee. Ik denk Van Gerwen Humphries. Ja. Oké, zou wel weer een leuke zijn. Zeker. Ik zei Van Gerwen op het EK, dacht ik, in de finale, als ik me niet vergis, Damien. En Van Gerwen heeft me daar in de steek gelaten tegen Gary Anderson. Ja, inderdaad, inderdaad. Dus Van daarom Anderson dat nu. Ik nu de coin flip richting Gary. Oké, we gaan het zien. De hele week natuurlijk te volgen op VDM en Viaplay. Welke sessies doe je allemaal, Matthias? Kan je dat onthullen? Ik ken ze niet allemaal van buiten. Ik weet wel dat ik zaterdag, de opener, een hele lange dag heb. Want ik doe zowel de namiddag- als de avondsessie. Zo, dat is pittig Dus inderdaad. dat is een hele lange dag. Dan ben ik 2 dagen afwezig. Dus niet zondag, niet maandag. Dan doe ik dinsdag de 12e, 's avonds. Ik doe woensdag de 13e, 's avonds. En dan is het nog de 16e. Zaterdag voor mij en de finale op zondag. Kijk, ik krijg de finale. Tjaka. Hartstikke mooi, inderdaad. Ja. Dan nog wat korte dingetjes, denk ik, nog even doornemen. Want er heeft iemand afscheid genomen van de Pro Tour, Matthias. Ja. Ja. Oh, de bronze Adonis. Ja. Oh, ik ga missen Steve Beaton. Ja, zeker. Echt een sieraad voor de sport, hè, Jaco? Ja, maar dan hebben er 2 afscheid genomen, toch? Daar hebben ze meer afscheid genomen die een tourkaart gaan verliezen. Maar jij Ja. doet het op Nee, Vincent maar van der Steve Voort. niet inderdaad. Ja, Vincent van der Voort bedoelde ik. Ja. Vind ik ook een icoon in de sport. Maar Steve Beaton, ik zal je eerlijk zeggen, ik loop echt wat jaartjes mee. Ik heb heel veel wedstrijden van die man gezien. Ik heb hem heel vaak zien verliezen. Ik heb de man nog nooit boos gezien. Ik heb de Nee. man nog nooit niet zien lachen. Ik vind het echt zo'n fantastische vent. En ik heb een hoop spelers gezien, hè, maar deze man, altijd vrolijk. En dan verliest hij op een hele smerige 6-5. Dat, laat maar zeggen, iemand 104 voor je neus uitgooit of 142. En dan loopt hij gewoon met die smaal, loopt hij weg. En dan denk ik, hoe doe je het, jongen? Echt. Ja, nee, inderdaad. Ik kreeg dan een afscheid, hè, van de andere spelers ook, die als hem Ja. verkleed waren. En hij vond het wat ongemakkelijk, dat zag je ook aan hem. Maar het is ook wel iemand die dat echt verdient natuurlijk. Hartstikke leuk dat die jongens dat deden. Ik denk dat je ongemakkelijk mag zeggen, maar wel een heel leuk initiatief. Ja, Van der Voort vind je, ja, noem je ook een icoon. Hij is Ja. zelf altijd heel bescheiden over zijn carrière, maar die heeft natuurlijk ook afscheid genomen nu, hè, van de Pro Tour. Vincent heeft natuurlijk al die jaren een beetje in de schaduw van Raymond en Michael gedart. Maar het is natuurlijk ongelooflijk knap als je zo lang mee kan draaien. En hij heeft natuurlijk een heel zwaar jaar gehad. Ik denk wel langer dan een jaar vanwege privéomstandigheden. En dan is het zo knap als je toch nog iedere keer erheen gaat. En eigenlijk ja, gewoon vaak niet je niveau kan halen. Ja, veel rugproblemen gehad, veel problemen met zijn voet. Ja, maar kijk, je hoort hem wel eens zeiken, dat snap ik. Oh, wel Maar eens. dan ook, jawel, maar dan ook terecht. Weet je wel, maar wel gewoon altijd gaan. Ja, En daar heb nee, ik gewoon heel zeker. veel respect voor. En die jongen verdient ook gewoon wat dat betreft een heel mooi afscheid. Kijk, misschien komt hij natuurlijk nog een keer terug. Dat hoop ik eigenlijk wel, dat hij nog een keer die energie vindt. Maar ja, gewoon een mooi vent. Gewoon echt een Ja. mooi vent. Ja, dat... En ik hoop dat de PSC een sportiviteitsprijs in het leven gaat roepen. Net als die achterlijke 9-dart pins, die ze ook al mogen afschaffen. Want die worden vaker gegooid dan een 10-dart, bij wijze van spreken. Ja. En dan zou ik die benoemen naar Steve Beaton. Want ik ken gewoon niemand die zo sportief is als die man. Dat vind Oké. ik wel een hele leuke eigenlijk, Ja. om te introduceren. De Steve De Beaton Award. Steve Beaton Award. Wij kunnen die eigenlijk nu al, want we willen eigen awards aan het einde van dit jaar uitreiken, Damien. Kunnen wij dus een Steve Beaton Award in het leven roepen? Zullen we hem gewoon claimen? Dankzij Wij hem gewoon Jaco. claimen? Wij claimen gewoon de Steve Beaton Award dan, toch? Ja, voilà. Die is van ons nu. Voor de meest sportieve prestatie. Ja, gewoon de sportiefste speler van het jaar. Die mogen de mensen dan op stemmen. Denk dat we op die manier doen. We kijken nog even Maar hoe wie het moet dan de eerste Steve Beaton Award winnen? Steve Beaton Steve zelf dan? Beaton.
Ja, tuurlijk. Eigenlijk wel, eigenlijk wel. En dan vanaf volgend jaar is het met prijzengeld. Nee hoor, geintje. Ja, je moet het maar doen, hè, beste mensen. Ja. 60 jaar is hij. En al sinds 1991 meedraaien aan de top van de dartswereld. Eerst de BDO, dan de PDC. Alleen maar respect voor hem. Alleen maar respect voor Steve Beat. Zeker. Niemand, je gaat niemand vinden die iets negatiefs over hem kan zeggen. Nee, nee, het is en toch jammer. Ik heb nog nooit één wanklank over hem gehoord. Nee, maar het is toch jammer hoe in de tennis bijvoorbeeld een Nadal en Federer afscheid nemen. Dat je dat in de darten met Beaten, die neemt uiteindelijk in een zaaltje in Leicester, neemt hij uiteindelijk afscheid. Dat moet toch op een grotere manier. Ja, maar hij kan hem nog plaatsen voor het WK, toch, Damien? Ja, maar stel dat lukt niet. Ja, nee, ja, dan dus is het inderdaad... Dus zou hem eigenlijk op het WK zou hem moeten eren of zo, vind ik. Moet je hem ja, maar als, pakken. Als jij daar niet speelt, dan is het ook vrij ongemakkelijk om daar op het podium te worden geroepen. En dat hebben ze niet gedaan met Taylor of... Ja, ik weet het niet. Is gewoon niet des PDC's, denk ik. Nee, en nee ze hebben ook... Russ Bray werd ook niet in de bloemetjes gezet, hè? Bij zijn laatste finale die hij kalde. Jawel, hij werd van tevoren werd hij nog voor het publiek geëerd. Ik vind dat ja? hij toch ja. wel een mooi afscheid heeft gekregen. Ja, ja. toch? Ja. Oké, okay, ja. dan heb ik het helemaal verkeerd voor, sorry. Ja. Die heb ik ook nog een mooi cadeau gegeven, ja. Wat dan? Nou, ik had een hele mooie grote lijst laten maken van plexiglas met zijn meest iconische momenten door de jaren heen. Mm-hmm. En daar was hij echt heel erg blij mee. Maar hij is gewoon een verschrikkelijke aardige vent, toch, Russ Bray? Ja, dat is ook een icoon, natuurlijk, hè? Ja, ja. Ja, misschien zien we hem wel op de World Series, want dat doet hij nog, in Den Bosch, waar jij natuurlijk met Toto ook wat deels bij betrokken bent, kunnen we toch wel zeggen. Ja, ja, ja zeker. Ik denk dat je niet veel over het deelnemersveld hebt te zeggen, maar is dat dan voor Van der Voort niet een heel mooi toernooi om daar afscheid te nemen? Ja, maar als hij zijn tourkaart verliest, weet ik natuurlijk niet of de PDC hem mag uitnodigen. Ja, dat hebben ze met Sherwood ook gedaan, hè, die geen tourkaart had. Dus ik denk dat daar wel een regel voor te houden. Dan denk ik wel dat het de voorkeur van de hoofdsponsor zal hebben dat Vincent ook aanwezig is. Ja. Nou, dat zou hartstikke mooi afscheid zijn, inderdaad. Ik ben überhaupt benieuwd hoe dat toernooi ingevuld gaat worden. Ik weet, vorig jaar had je nog Nederland-België spelers die daar aan meededen met Dimitri van den Berg. Kunnen we dan dit jaar ook Mike de Dekker daar eventueel verwachten? Ja, dat denk ik wel. Waarom niet? Ja, nogmaals, de PDC bepaalt dat natuurlijk. Ja. Kijk, ik denk dat het voor het toernooi ontzettend leuk was dat de 8 deelnemers van de Premier League daar soort van geïntroduceerd werden. Wat natuurlijk heel mooi is. Het was sowieso een fantastisch toernooi. En ik kan je wel garanderen, want ik ben natuurlijk veel bezig met de voorbereiding ook. Samen met Rick van Aalst en Chris Woods. Dat daar wel nog een schepje bovenop gaat. Oké, kan je al een tipje van de sluier doen? Nee, dat kan ik niet. Maar het wordt gewoon nog beter, nog mooier. Okay. Maar echt. De trofee wordt iets minder zwaar. Wel dezelfde, maar iets minder zwaar. Oké. Ja, maar vorig jaar vrij zwaar, begreep ik inderdaad, hè? Niet normaal. Ja. Ik nam hem voor Michael mee naar huis. En toen bracht ik hem de dag erop naar hem. Maar hij is echt niet te tillen. Oké. Kan je ook zorgen dat hij in België gaat worden uitgezonden? Of is dat te veel gevraagd? Daar ga ik niet over, natuurlijk. Nee, want in België is dat nog steeds niet, hè, Matthias? De World Series. Die worden daar niet uitgezonden. Blijft zonde, vind ik. Vooral de toernooien die overdag gewoon gespeeld worden. Zoals in Denemarken. Nee, dat is zo. Maar ja, het is moeilijk, hè, want twee van die World Series zijn dan Down Under, die dan 's nachts worden betwist ja. In onze tijd. Dus naar kijkcijfers toe is dat een moeilijke dan. Hè? Ja, nou, je zou zeggen voor de overdag toernooien. Maar goed, dat is misschien iets voor in de toekomst. Dan heb ik eigenlijk nog niet benoemd, maar ik heb een hele mooie trui aan. Vind je niet, Matthias? Ik vind het een hele mooie trui. Ik heb hem ook gekregen, maar hij was een beetje oversized voor mij. Jij kan er samen met je vriendin in, toch? Ja, ik voelde mij een opstijgende hete luchtballon als ik dat ding aan had. Want het is een hele mooie trui. Voor groei. Zeker. Had jij die van Cameron Menzies gehad dan? Ik denk dat voor Cameron Menzies een naveltruitje is alsnog. Maar in ieder geval, deze heeft Marius natuurlijk van Gouden Regenbar voor ons laten maken. Ik vind hem hartstikke mooi en het zit ook lekker. Dus die is ook iemand die ons ook sponsort natuurlijk. Ze hebben wel verloren, het Gouden Regenbar team. Tegen het Gouden Teen Hermeco team. Dat is een mooie wedstrijd tegen Kim Huibrechts, Wessel Nijman, Niels Sonneveld en Jimi Hendrix. Is verloren met 7-3 helaas. Hè, we hadden het van tevoren met Niels en Kim hadden in de podcast. Toen zei ik nog wat arrogant dat de Gouden Regenbar ging winnen. Maar dat is helaas voor hun niet gelukt. Dus Niels en Kim zullen als laatste lachen, hè, Matthias?
Ik had gezegd dat Niels en Kim gingen winnen. Sorry, ja. Marius. Sorry. Ja. Ik voorzie voor de voorspelling voor de Grand Slam ook weinig, weinig egaars voor jou dan. Nou, we gaan het even bij elkaar optellen. Dat is gewoon, bijgene die ja. doorgaat is een punt. Dus dan gaan we er zeker nog op terugkomen. Kijk je vaak Super League trouwens, Jaco, hou je dat in de gaten of totaal niet? Nee, ja, zijdelings. Zo jammer dat er weinig aandacht voor is, hè? Ja, maar... Er is al zoveel, Damien. Ja, ja. Het mag geen overkill worden, hè? Je moet maar eens het account op X van de Modi Super Series volgen, wat dat die allemaal posten. Op een duur wordt het veel, natuurlijk. Ja. Goed, ja, ik vind het wel een heel hoog niveau wat daar wordt gehaald. Wat eigenlijk te weinig aandacht vindt. Zeker zo'n wedstrijd. Het is een fantastische springplank voor de PDC. Ja, ja, dat denk ik ook. Ik denk echt dat Littler zo goed presteert dankzij de Modus Super Series. Ja, denk je? Dat hij daarvoor ervaring heeft opgebouwd? Hij heeft zoveel podiumervaring, maar ook om serieuze cent te spelen. Wat hij natuurlijk niet gewend was. Nou, is hij helemaal niet met centen bezig. Misschien nu iets meer, maar toen zeker niet. Maar je ziet gewoon dat al die jongens die daar vandaan komen... echt wel een brokje ervaring daardoor krijgen, hoor. Oké, okay. Ja, dat geloof ik zeker inderdaad. Het is beter dan het WDF-systeem, denk ik, waar je in Ierland achter de schermen staat te spelen op een baan wat misschien niet helemaal goed geregeld is. Dan denk ik dat je bij de modus dat het een betere springplank is, inderdaad. Ja. Zeker. Ja. Volgende week is ook het WK kwalificatie in Kalkar. Daar gaan we gezellig heen, hè, Jaco? Ja, ja. Leuk. Road to Elipelli. Road to Elipelli, gaan we samen op stap die kant op, hè? Ja. 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 Gezellig, gezellig. Zeker, zeker. Weet je wie er ook mee doet, Jaco? Nee. Is mij ingefluisterd. Martijn Kleermaker gaat een poging doen. Oh? Ja, dat is wel leuk, toch? Ja, zeker weten. En die maakt ook gewoon kans. Ja, qua niveau. Ik weet niet hoe... We hebben sinds de Grand Slam van vorig jaar natuurlijk niet meer zien spelen. Maar qua niveau, als je zo'n oude niveau, dan is hij gewoon een van de kansen hebben, denk ik, Matthias. Er is maar één plek, toch? Eén plekje, ja. Eén plekje. Eén plekje, ja. Eén plekje. Ja. Het zal moeilijk worden, vrees ik, voor Kleermaker. Er zijn veel kapers op de kust. Zeker, het is ook een beetje echt een open toernooi is het natuurlijk. Hè? Ik vind bijvoorbeeld een Jimmy van Schie. Is ook iemand die veel kans maakt, denk ik. Zijn er nog Belgen die die kant op gaan, dat je weet? Ja, je moet misschien wel even kaderen dat het effectief het kwalificatietoernooi is voor Belgen, Nederlanders, Duitsers ook, denk ik. Ja, Duitsers, maar voor mij alleen Duitsers die niet aan de Super League hebben meegedaan. De PDC Europe Super League. Zitten daar nog West-Europeanen bij? Kunnen daar Spanjaarden meedoen? Fransen? Nee, die allemaal niet. Die allemaal niet. Ja, Fransen wel. Maar het is Spanje dan bijvoorbeeld weer niet, voor mij. Het is wel goed dat je dat zegt. Dan moeten we eigenlijk nog dus de West Europe Qualifier, zo heet hem eigenlijk, hè? Richting het WK. En daar komt dus één winnaar uit en die mag naar het WK. Ja, ja. Voor Belgen, kijk je opnieuw naar Stefan Hendrik, kijk je opnieuw naar Brian Ramann. Ik denk dat dat toch de twee grootste speerpunten zijn langs de Belgische zijde. Oké. Okay. Brian Ramann te kwalificeren, mag hij dan wel de Lakeside WK ook spelen? Nee, die zal moeten skippen dan. Dan moet dat is hetzelfde verhaal voor Jimmy van Schie, hè? Ja, ja. Daarom. Ja. Dus dan krijg je weer iets raars natuurlijk met Van Schie, die is als tweede geplaatst. Dan gaat iemand die nu nog niet geplaatst is, gaat zijn plek innemen. En die neemt dan ook de seat van plek 2 over natuurlijk. Dat blijft ook iets bijzonders. Maar in ieder geval heel leuk om de kwalificatie nooit van dichtbij te gaan zien. Dus altijd wordt daar wel een leuk niveau gehaald, vind ik. En het is een hele belangrijke plek. En voor alle duidelijkheid, als mensen zich vragen stellen waarom ik geen Andibates of dergelijke zeg, het gaat om spelers, Belgen, Nederlanders, die geen tourkaart hebben. Voor mij mag Andibates dus wel meedoen, voor mij. Voor mij mogen ook spelers buiten top 64 mogen voor mij ook meedoen. Dus dan, of die in hun eerste tourkaartjaar zitten. Dat we eigenlijk beter moeten uitzoeken, maar voor mij mogen Andibates, Jelle Klaas en zo, mogen volgens mij mogen daar die allemaal meedoen. Daar heb ik lichte twijfels bij, eerlijk gezegd. Ik ook, maar volgens mij klopt het wat ik zeg, maar ik weet het ook niet 100% zeker. Spelers uit Andorra, Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Gibraltar, Italië, Luxemburg, Monaco, Nederland, Portugal, San Marino, Spanje en Zwitserland mogen meedoen. Dus dan denk je ook aan een Stefan Belmont bijvoorbeeld, hè? Oké. Ja, dus ik geef het maar mee. Dus dat zijn alle landen die mee mogen doen aan de West Europe Qualifier. Gaan we in ieder geval afwachten en bekijken, hè, volgende week. En via Dart Connect allemaal te volgen. En daar gaan we nog eigen ogen zien, hè, Jaco? Ja, genieten. Ja, zeker. Ik ben echt benieuwd. En de post die we zitten. Ik ben echt benieuwd. Ja, het kan een hele lange dag worden inderdaad, wat je al zei met deze spelers. En ik ben benieuwd. Ik denk dat we er dan wel zijn, hè, Matthias? Ja, dan zijn we inderdaad helemaal rond wat deze aflevering betreft. Wij kunnen enkel en alleen nog Jaco van Bodegom bedanken dat je erbij was vandaag, Jaco.
Tussen alle drukte door. Ja, ik heb iemand te voeren nu, maar dat komt helemaal goed. Ja. Heel veel succes. Ik ben heel erg benieuwd wie de Grand Slam pool van ons drie gaat winnen. Ja, ik ben ook heel benieuwd. En dan gaan we op terugkomen, inderdaad. Zeker. Jaco, mag ik nog uit persoonlijke interesse vragen waarom jij op X Tilt Monkey heet? Ja, als je alle mensen in mijn omgeving dat vraagt, dan zullen ze allemaal zeggen, ik kan niet zo goed tegen mijn verlies. Oh. Zowel met tennis heb ik menig... Ik heb vroeger best aardig getennist. Heb ik heel veel racketjes gebroken. Met poker ging het een stuk beter. In het begin dan ook niet. Maar met spelletjes spelen of darten, bij wijze van spreken, ik kan zo slecht tegen mijn verlies. Dus ik ging dan altijd op Tilt. En dan noemden ze mij Tilt Monkey. Oké. Okay. Dit gezegd zijnde kan ik nog wel meegeven dat vorig jaar Robbie Knops mee heeft gedaan aan de West Europe Qualifier. Dus die had op dat moment een tourkaart vorig jaar. Dus je uitleg van Andy Bates zou kunnen kloppen. Wie daar vorig jaar ook aan meedeed was een Jeffrey Sparidaans. Had hij toen al een tourkaart? Ja. Dus kijk, dus je zou gelijk kunnen hebben. Mannen, bedankt. Jij bedankt, Jaco. Tot een volgende. Damien, jij ook bedankt natuurlijk opnieuw. Ja, jij bedankt. Het was weer leuk om het zo op te nemen. En met Jaco dan als gast. En zijn we daarna, ik ben Sam of Dart, zijn we weer terug als het goed is, hè? Ja, dat klopt helemaal. Geniet, beste mensen, van dus de Grand Slam of Darts in Nederland via Viaplay of in België via VTM 4 of 2. Af en toe kan het van kanaal wisselen, zeker wat de openingssessie betreft. En voor nu dus bedankt voor het kijken en het luisteren en tot een volgende aflevering van Double Top. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Gouden Regenbar uit Den Haag.